Van waar kom je, waarom ben je hier, wat gebeurt er als je sterft? De klassieke vragen. Onderzoek heeft eigenlijk aangetoond dat we eigenlijk voortdurend buitenlichamelijke ervaring hebben, 's nachts. Iedereen heeft ze zeker al gehad. Maar ja, we herinneren het ons niet of het wordt afgedaan als dromen. Mm-hmm. Ons bewustzijn, dat ontvangt alle zenders. Die staat overal open. Dat kan overal openstaan. We zijn eigenlijk door onze opvoeding, onze cultuur, met de beste bedoelingen, zijn we, zeker door ouders en leerkrachten, zijn we geconditioneerd om enkel ene zender te ontvangen. Dat de entiteiten die zich voeden van onze energie, de psychopaten zijn, de politici of de miljardairs met de grote bedrijven, en dat zij, nou ja, onze energie, onze angst nodig hebben om eigenlijk nog meer naar hen toe te hevelen en zo allemaal. Karma is eigenlijk zware energie. Het is een rugzakje met zware energie, gebaseerd op de ervaringen die je hebt in een bepaald leven en die je meebrengt als je overgaat. En dat houdt jou ergens vast. Een persoonlijk zelf is een aspect, een afgeleide van jouw originele zelf. En jouw originele zelf, hoe zou je dat kunnen omschrijven? Dat is eigenlijk de oorspronkelijke vlam, de oorspronkelijke energie, het oorspronkelijke aspect van jouw totale zelf, dat hier een ervaring komt beleven. Ik zou mensen aanraden om over de dood heen te gaan en te kijken waar je terechtkomt. Welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show, nummer 108. En ditmaal met Rolf Nuyts. En ik zal hem even kort introduceren, lieve mensen, want het is een heel interessante man met onwijs interessante thematiek te behandelen. Rolf Nuyts is medeoprichter van Focus 34, waar ze werken met de tools die Bob Monroe van het Monroe Instituut ontwikkelde. Dat is al gelijk een hele interessante, gaan we zo meteen denk ik mee beginnen. Ook is hij gecertificeerd trainer en als gecertificeerd trainer kan Rolf jou helpen bij het doorgronden en het verhogen van het menselijk bewustzijn door gebruik te maken van onder andere audiotechnologie en HemiSync. Verder heeft hij onwijs veel interessants te melden over de Matrix, over spirituele dogma's, over karma, reïncarnatie, remote viewing, weet ik het wat, een hele hoop. Dus daar gaan we waarschijnlijk een hele hoop van bespreken vandaag. Maar voordat we dat gaan doen, lieve vrienden, jullie doen mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.johnluca.com en op www.thetrumanshow.com kunnen jullie ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij natuurlijk enorm, want daarmee maken jullie deze gesprekken mogelijk. Dank jullie wel voor delen, dank jullie wel voor de steun. En wij gaan onwijs gauw beginnen. Rolf, dank je wel. Helemaal van Antwerpen hier naartoe kan rijden. Ja, klopt. Het is een eitje, maar het valt mee. Het valt mee. Ja. Hoe gaat het in België? Goh, even goed als in Nederland, denk ik. Ja. Ik denk dat iedereen een beetje in dezelfde mood zit qua wat er gebeurt in de wereld. En België is niet echt bij uitstek het meest vooruitstrevende land op dat gebied. Dus eerlijk gezegd, vanuit België of Vlaanderen keken we altijd naar Nederland als zijnde progressief, als zijnde iets verder dan... Ja, altijd geweest. En dat zit er nog altijd in. Hmm. Dus we kijken altijd een beetje naar Nederland van wow, die durven of die gaan die richting uit, wauw. Ja. Ja, wat ik eigenlijk wel grappig vind, want er zijn zoveel mensen ook uit België die hier in de podcast komen. Of dan, we hebben natuurlijk een tijd geleden in Ahoy een evenement gedaan. Dan staan er ook twee Belgen op het podium. Mm-hmm. Voor mij gevoelsmatig, want ik hoor inderdaad altijd de Belgen zeggen van ja, jullie Nederlanders zijn veel mondiger, jullie durven veel sneller uit te spreken, jullie zijn veel brutaler. En... maar ja, als ik dan ga kijken naar belangrijke mensen die zich hebben uitgesproken de afgelopen 2 jaar, of daarin mooi werk doen, of dan denk ik van ja, zijn wij Nederlanders dan met zoveel meer dan jullie Belgen? Misschien maken jullie zelf weer een stukje kleiner dan. Ja, het zal dat zijn. We maken een overtuiging. Ja, nu, het is ook zo. Dat is een van de zaken die nu zeker spelen, is. We hebben geleerd om op onze woorden te letten en te kijken wat we zeggen tegen wie.
En dat is, als je geschiedkundig kijkt, ja, zit in ons verleden, het stuk Vlaanderen zeker, is altijd overweldigd geweest door Frankrijk en Spanje en Nederland, als je het van onze kant zou bekijken, zogezegd. Oostenrijk zelfs, dus van al mogelijke. En ik denk dat dat in de aard van het volk gebakken is, dat het ja, voorzichtiger is om zich te uiten en te kijken wat er kan gebeuren. Terwijl dat, ja, Nederland is een wereldmacht geweest. Hè. Maar is een wereldmacht geweest en dus dat heeft, dat is een heel andere dynamiek die daar altijd heeft gespeeld. We hebben kolonies gehad, jullie hebben New York gesticht. Dus dat is een heel andere mentaliteit. Ja. Ik denk dat je dat ziet, dat het verschil is. Ik denk het ook. Maar soms heb ik, als ik dan, zeker als ik in het buitenland ben, en denk ik, jeetje, we mogen wel wat meer van het, ik zou zeggen van het meer ingetogenere van de Vlamingen overnemen. Ja, ik denk dat de combinatie goed zou zijn. Dat de Vlaming aan de ene kant zich meer uit en durft te zeggen wat hij denkt. En omgekeerd, we zijn nu aan het generaliseren, dat is nooit goed natuurlijk. Maar als je zegt een Nederlander die dan drie keer nadenkt wat er gaat gezegd worden, bijvoorbeeld. Mooie crossover maken. Ja, vind ik een goeie. Ja. Daar houden we het op. Hey, ik noemde het net al eventjes in de intro, maar met Monroe Instituut. Ja. Zou je er wat voor de intro wat meer nog over kunnen vertellen? Want ik denk dat veel mensen ook wel thuis denken, ik heb geen idee wat het is. Ja. Misschien interessant om even aan te halen hoe dat ik er beland ben. Ja. Dat is misschien een kleine achtergrond daarbij. Ja, ikzelf, ik kom eigenlijk uit een gezin waarbij dat zowel de wetenschappelijke inslag en de geschiedkundige inslag, mijn vader was enorm geïnteresseerd in geschiedenis, de politieke inslag besproken kon worden, maar evengoed de andere kant, het paranormale zoals men zegt, er werd gesproken over buitenlichamelijk, over paragnosten, over andere theorieën die de bestaande wetenschappelijk bijvoorbeeld in twijfel trokken en zo meer. Dus er is altijd ruimte geweest om daarover te praten. Dus een zeer eigenlijk vruchtbare omgeving om zelf ideeën te ontwikkelen en zelf op zoek te gaan. En dat is er van jongs af aan is dat gebeurd. Om een voorbeeldje te geven, op een gegeven moment, ik was ik denk 10 jaar, en mijn vader kwam naar beneden en die zei van, ik heb mezelf zien liggen. En hij sprak dus over een buitenlichamelijke ervaring op dat moment. Ik dacht als 10-jarige van, wow, wat is dat? En je kan jezelf en je kan vliegen en heel dat. En die ochtend ging ik naar school en ik was heel enthousiast over dat verhaal. En het eerste dat ik tegen mijn vriendjes zei van, mijn vader heeft zichzelf zien liggen. En op dat moment werd dat direct weggelachen, toen al. En dat was al eerste signaal van, wow, ja, dat botst ergens, dat kan niet. Maar ik heb dat altijd onthouden en dat is het begin, misschien het begin geweest om te zoeken van, ja, van waar kom je, waarom ben je hier, wat gebeurt er als je sterft, de klassieke vragen. En ik heb veel gezocht, onderzocht, veel domeinen, zowel economisch, religieus, spiritueel stukje ook in het begin, maar zeker filosofisch, wetenschappelijk, noem maar op. En je komt eigenlijk op een gegeven moment tot de conclusie van, ja, je kan allemaal lezen, je kan dat allemaal mee geloven, wat iedereen gelooft, maar eigenlijk blijft het dode letter. En het is bij mij veranderd op een gegeven moment dat ik werkte toen bij Microsoft en een collega van mij die vroeg van, wil je met mij een zaak beginnen? En ik had zoiets van, ja, nee, het is niet de moment. En ik zei tegen die man, ik ben met andere zaken bezig. En out of the blue zei die van, zoals met buitenlichamelijke ervaringen. En ik had zoiets van, ja. ja. En die man vroeg toen, ken je Bob Moreau? Ken je het werk van Bob Moreau? En dat is eigenlijk mijn eerste contact geweest met Bob Moreau. En die zei van, ja, die heeft boeken geschreven. Bob Moreau heeft 3 boeken geschreven. Ik heb die alle 3 gelezen. En toen ik die had gelezen, dacht ik van, wow, als dit waar is, ja, dat zou enorm veel verklaren. Want veel van, noem het filosofen, kunstenaars, zelfs politici en wetenschappers, die vertellen verhalen
over bewustzijnstaten, waarbij dat ze informatie krijgen of andere dingen. Chopin spreekt daarover, Kant spreekt daarover, Leonardo da Vinci spreekt daarover, Einstein spreekt daarover. En ik had zoiets van, wow, als dat klopt, ja, dat zou enorm veel verklaren. En diezelfde man die zei van, ja, ik heb ook een aantal opnames, oefeningen van het Moreau Instituut, anders moet je eens luisteren. En na 5-6 oefeningen, ik was op een nacht, werd ik wakker, half wakker, en ik draai mij om en ik val uit mijn bed. Ik denk van, wat gebeurt hier? Het is al jaren geleden dat ik uit mijn bed was gevallen. Maar ik lag en ik dacht van, wacht eens, dit is het. En ik deed mijn ogen open en ik zag mijn handen op het tapijt. En ik stond recht en ik zag inderdaad mezelf liggen in bed. Ik dacht van, wow, dit is het. En dan ben ik direct naar de kamer van de kinderen gegaan. Ik ben daar en dan via het raam daar naar buiten gegaan. Dus, maar dat, op dat moment, als je die ervaring hebt, dan werd alles levend. Dus al hetgeen dat ik ervoor had bestudeerd en wel wilde geloven, ja, dat werd gewoon levend door die ervaring. En ja, 1 en 1 werd 5. En aan de ene kant is dat een enorme verrijking, aan de andere kant is dat ook een enorme clash van, ja, je hebt een huis, een gezin, huisje, tuintje, boompje. En langs de andere kant heb je van, ja, je kan reizen in bewustzijn, je kan buitenlichamelijk. Het is een zoektocht die dan start. En daar is het eigenlijk begonnen. Dus ik heb daar, om die ervaring te kaderen, ik heb veel zaken buitenlichamelijk meegemaakt, maar dan op een gegeven moment gedacht van, waar vind je nog tradities, huidige tradities hier op aarde, die over hetzelfde spreken? En natuurlijk vanuit het Westen, dan kom je bij een aantal klassieke, traditionele, spirituele tradities. Ja, je hebt India, je hebt je hebt Tibet, maar je hebt ook Zuid-Amerika, de Andes-traditie en zo. En zowel India als Tibet, dat zijn zeer mannelijke tradities. Je hebt geen vrouwelijke monniken. In India is het vrouwelijk ook daar ondergeschikt. Dat is ook niet toevallig dat het overal het vrouwelijke wordt weggedrukt. Mm. Maar in Zuid-Amerika, bij het Andes-shamanisme, is dat vrouwelijke en dat mannelijke, dat Jacintin, Masintin, zijn in evenwicht. En dat trok mij enorm aan. Dus dat het in balans was. Dat er evenwaardigheid bestond tussen het mannelijk principe en het vrouwelijk principe. En dus ben ik naar Zuid-Amerika gegaan. Heb ik daar in de Andes met een aantal shamanen rondgetrokken. Volgens hun tradities zaken meegemaakt die niet kunnen volgens onze westerse opvatting. Dat was in 2010. En dan beseft van, eigenlijk wat je daarin meemaakt, dat is hetzelfde als dat je met Hemisync, dus de technologie van het Moreau Instituut, meemaakt. Alleen op een andere manier. In die zin, Hemisync is echt een westerse kaart naar gebieden die al duizenden jaren gekend zijn door die tradities. En is in feite een enorme shortcut. Dus het is op een westerse manier, met ons westerse ingesteldheid, een westers referentiekader, dat je die gebieden ook kan betreden op een gestructureerde, proactieve, veilige manier en dat je daar je ding doet. Want jij had die eerste ervaringen die je op die manier had, waren dus ook al na het doen van die oefeningen? Ja, dus na een oefening of 5-6 had ik een eerste spontane ervaring, een bewuste ervaring. Want onderzoek heeft eigenlijk aangetoond dat we eigenlijk voortdurend buitenlichamelijke ervaringen hebben, 's nachts. Iedereen heeft ze zeker al gehad. Maar ja, we herinneren het ons niet. Of het wordt afgedaan als dromen. Mm-hmm. Dat wordt ook dikwijls gedaan. Ja. Dus, ja. Dan kan het zomaar zijn dat je al dat soort ervaringen hebt gehad. En niet dat je gewoon denkt dat het gedroomd is. Ja, maar bijvoorbeeld, typische, dus wat gebeurt er als je buitenlichamelijk gaat, dan gaat jouw mind op een gegeven moment daar ook een bepaalde betekenis willen aan geven, dus een bepaald referentiekader. En dat gaat, jouw mind gaat zoeken in de herinneringen, in de kennis die het heeft. Als het daar niet vindt, gaat het zoeken in de familielijn, in de voorouderlijn, in de lijn van de soort en zo meer. Maar om dat terug te vertalen naar in onze westerse maatschappij, als je dromen hebt over
Vliegen, dromen, als je snel in een trein zit, dromen als je in een auto zit. Dus dat zijn typische vertalingen van jouw mind van een buitenlichamelijke ervaring. Mm. Als je dromen hebt dat je op de parking bent en je vindt je auto niet meer, of je voelt, of je wordt 's ochtends bijvoorbeeld met een schok wakker, dat zijn typische zaken dat je energetisch lichaam of terug in je fysieke komt. Je komt met een schok terug. Of je vindt in eerste instantie jouw lichaam niet terug en je vertaalt dat met ik vind mijn auto niet meer terug op de parking. Wauw, dus je hersenen moeten er een soort van iets aan koppelen wat je eigenlijk al kent, omdat je het anders niet kan plaatsen wat er gebeurd is. Ja, dat gebeurt heel dik. Dus als je zulke dromen hebt en dan is het leuk als je dat begint te beseffen, oh, ik zit in die droom, dat je weet van wacht, dat is geen droom. Ik ben eigenlijk buitenlichamelijk. En dan kan je anders beginnen waarnemen. En maar kan je dan ook bewust sturen wat er dan gebeurt? Ja en nee. Dat hangt er een beetje vanaf in welke toestand dat je bent. Want wij worden enorm snel afgeleid. En als je elke gedachte kan zich dan manifesteren, zolang dat je buitenlichaam bent in het verhaal, ja, dan is er een logisch vervolg en dan kan je sturen. Maar van zodra dat er iets tussenkomt van... Ah, maar hoe zou het met de kinderen zijn? Of ik moet de was nog doen, of ik moet boodschappen doen. Goed, dan ben je terug. Dus eigenlijk als je uit het nu stapt dan schiet je eruit? Ja, in die toestand. Ja. In die toestand. Ja. Jo, wat interessant. Ja. En later ben je dus naar Peru gegaan. En dan heb je het eigenlijk met de shamanen en via die kant heb je het ook meegemaakt. Ja, dus ik wilde eigenlijk op zoek gaan van wat gebeurt er? Zijn die tradities er nog? En dat trok mij enorm aan. Dus ik heb hier een maand ongeveer in de Andes gezeten toen. Met een stuk of 5, 6 shamanen. En daar ervaringen meegemaakt. Bijvoorbeeld, een van de zaken was... We zijn... In het Andes traditie heb je verschillende soorten shamanen. Maar om twee categorieën te noemen, je hebt de Pampa Messayok en de Alto Messayok. En de Pampa Messayok zijn de shamanen die werken met moeder aarde, met Pachamama, met de plantjes en noem maar op. En, en die krijgen hun teachings van de Apus, dat zijn de mountain spirits. En je hebt de Alto Messayok. De Alto Messayok die krijgen, die krijgen hun teachings eigenlijk... ook van de mountain spirits, maar het is bedoeld dat zij die voorbij gaan, dat ze die overstijgen. Dat ze daar dus... En er was een Alto Messayok bij, want er zijn er niet meer zoveel in Peru. Er zijn er nog een stuk of 9 of 10 zijn op dit moment. En een aantal Pampa Messayok. En we hebben daar een ritueel of een initiatie gekregen van Alto Messayok, waarbij dat je in een gletsjermeer op 4000 meter hoogte wordt je ondergedompeld met jouw 3 krachtpunten. Trouwens ook 3 punten die in elke traditie terugkomen. En dus ijskoud natuurlijk, ik deed dat. En toen ik er terug uitkwam, was die realiteit gewijzigd. De waarneming was gewijzigd. En voordien hadden trouwens 2 Pampa Messayok met eigenlijk een soort stokken. De zware energie, de hucha, afgeslagen van jouw fysieke lichaam. Niet echt geslagen, maar daarnaast uiteraard. En ik heb me nog nooit zo licht gevoeld toen ik uit dat water kwam. En op dat moment... Ik ga terug naar waar mijn kleren lagen. En op dat moment is er een berg, de Umantai. En is er ineens een connectie met een berg. Is er een communicatie. En ik heb daar gestaan... ik weet niet hoe lang... Dat er uitwisseling was van communicatie. En dat was hoe noem je dat? Mystieke ervaring of hoe je het wilt noemen. Je zit in een andere bewustzijnstaat. Je ziet met jouw bewustzijn, ben je gelinkt met andere velden, je zit helemaal ergens anders. En dat was voor mij van dit is eigenlijk... Iets dat je ook met hem misschien kan bereiken, maar natuurlijk in heel de entourage, in heel de omgeving van de Andes en met die shamanen en zo was dat... Een soort eenheidservaring eigenlijk dan, toch of niet? Zeker een eenheidservaring, maar ook een communicatie. Vraag mij nu niet wat er gecommuniceerd is, want ik voel dat... Allez, gevoelsmatig kan ik dat terughalen, maar ik kan het niet in woorden
Nee. Omvatten. Nee. Is het niet, want ja, het lijkt me natuurlijk onwijs gaaf om dit mee te maken, maar om dit... Je zou eigenlijk een sjamaan in Peru moeten zijn om dit echt toe te kunnen passen in je dagelijkse leven. Klopt. Want hier in het westerse leven leven natuurlijk op een compleet andere manier. Ja, dus vandaar. Dus ik heb lange tijd gedacht van, oh, ik wil die ervaring, ik wil die kennis naar het westen brengen. Ik ben niet de eerste en er veel. Maar dan dacht ik van, ja, dat strookt niet met hoe dat wij zijn, hoe dat wij in het leven staan. Ten eerste... Peru en de Andes, dat is een verticale cosmologie. Daar werken ze met de slang en de jaguar en dan de condor en de kolibri en je hebt de mountain spirits. Terwijl bij ons een horizontaal... Nederland is een redelijk vlak land. Nogal. Schijnt, ja. Dus ook daar, dat past niet, dat voelt niet juist aan. Dus dat heeft mij dan doen inzien ook van, ah ja, maar ik kan ook reizen, wat dat zij doen, met behulp van die hemisync, die veel meer op het westen, op ons eigenheid is toegespitst. Mm. En dus vandaar dat ik heb gezegd van, oké, ik ga dat wat ik bij het shamanisme heb geleerd en ervaren, dat hou ik persoonlijk, maar... Om die gebieden te verkennen, gebruik ik westerse tools. Dat is hemisync. Wat is voor jou dan het belang dat we dat soort gebieden verkennen? Goh, het belang. Dat wordt dikwijls gevraagd. Ten eerste, het gaat over waarneming. Ja? Dus wij zijn als mens, ons bewustzijn is oneindig. En je kan dat zeggen, je kan dat geloven, maar als je dat niet ervaart, blijft het gewoon een boutade, om het zo te zeggen. Je bent veel meer dan je bewustzijn. Heel jouw waarneming wordt voortdurend uit jou getrokken door de instanties, door de regels, door de autoriteiten, door gelijk wie, in deze realiteit, om te zorgen dat deze realiteit in stand wordt gehouden. Als je niks anders weet, dan blijf die grens van deze realiteit respecteren. Of dat nu wetenschappelijke, religieuze, politieke grenzen zijn, gelijk de welke. Van zodra dat jij je waarneming gaat beginnen verruimen, laat je andere vormen van realiteiten toe, waarbij dat je deze enorm kan relativeren, maar waarbij dat jouw waarneming zich openzet voor andere mogelijkheden. Ik gebruik daar... graag het beeld van die oude radio die nog bij grootmoeder of bij overgrootmoeder stond, met die grote draaiknop, vooral die zenders. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus ons bewustzijn, dat ontvangt alle zenders. Die staat overal open. Dat kan overal openstaan. Wij zijn eigenlijk door onze opvoeding, onze cultuur, met de beste bedoelingen, zijn we, zeker door ouders en leerkrachten, zijn we geconditioneerd om enkel ene zender te ontvangen. En dus wat we bijvoorbeeld doen met hemisync is dat je die andere zenders die ook voortdurend aan het uitzenden zijn, dat je die terug kan ontvangen. Want je kon dat. Je kon dat als kind. Je komt hier terecht en je kan dat. Maar het wordt zeer, zeer snel afgeleerd. En van zodra dat een autoriteit of iemand die jij als autoriteit beschouwt, voor je zevende levensjaar zegt van dit kan niet en je bent aan het dromen of je verzint dat, of dan worden die vermogens afgesloten. Maar je kan ze terug herinneren. En is het niet zo, die voel ik ook wel heel sterk hoor, maar is het niet zo dat we eigenlijk, want uiteindelijk is het doel dan, zo zie ik het ook voor me, dat vind ik ook het mooie aan deze tijd, dat we steeds bewuster worden met z'n allen. Dus waar ik altijd dan heel veel hoop ergens uitput is, als ik nu al die mensen om me heen zie die nu die kinderen krijgen of kinderen al hebben, en hoe anders zij hun kinderen opvoeden ten opzichte van hoe ik opgevoed ben, of hoe heel veel andere mensen, of zeker de generaties voor mij nog opgevoed zijn, dan denk ik van ja, dat is natuurlijk wel heel vet, want dat brengt een onwijs mooie verandering teweeg in de generatie die er nu komt en die daarop volgt. Want ja, we hadden het net al even voordat de camera's aangingen, maar wat er de afgelopen 2 jaar aan bewustzijn verruimd is natuurlijk intens. Dat is denk ik niet te meten hoe dat wat voor een effect dat heeft nu en zeker op de toekomst ook. En als zij dus vanaf seconde 1 al hun kinderen op een andere manier, of in ieder geval minder met beperkende gedachten opzadelen of weet je, minder beperken, ja, dan heeft dat natuurlijk ook weer een waanzinnig groot effect richting de toekomst.
Maar is het niet zo dat het maakt niet uit wat je doet, we altijd geconditioneerd zullen worden op een bepaalde manier? Ja, dat wil ik eigenlijk net tegen wat je ziet, hoe dat je het keert of draait, je ziet in deze menselijke ervaring. En die menselijke ervaring, die is gebonden aan de regels van de realiteit die hier heerst. Dus wat je kan doen, het wordt dikwijls beschreven als je zit in een doos en de doos is er, want dat is onderdeel van deze realiteit. Maar wat je wel kan doen, is zorgen dat je gaten in die doos maakt. En gaten boven, en gaten opzij, waar dat je kan doorkijken, waar kan je waarnemen, waar andere dingen kunnen binnenkomen, waar dat je meer en meer bewust voor wordt van dat de doos eigenlijk er niet toe doet. Die je misschien wel nodig hebt om hier te kunnen functioneren. Dus, maar dat klopt. Nu, nogmaals, van zodra je hier terechtkomt, je gaat al sowieso door een aantal lagen waar dat zaken en informatie wordt geprogrammeerd of meegegeven. Je komt hier terecht in afgescheidenheid, je hebt geen herinneringen, je komt iets tegen, dat zoiets als tijd, dat je voordien nooit hebt meegemaakt. Dus je komt hier al terecht in een rule set binnen de eeuwige energie, om het zo maar te zeggen, waarbij dat je beperkt wordt. En natuurlijk is het altijd mooi om te kijken, om te zien van dat kinderen zijn tot op grote hoogte nog onbeschreven bladen. En als je dat als ouder of omgeving weet, dan kan je daar rekening mee houden. Maar ook daar is een balans heel belangrijk, dat je ze niet verloren laat lopen in deze realiteit, want die is er nu eenmaal, maar dat je ze de zaken meegeeft die hen ondersteunen om zich wel volledig te kunnen ontplooien. Maar dat is een balans die niet eenvoudig is. En ik denk dat je daar eigenlijk, als je uitgaat van, als je stopt met te denken van, maar een kind kan niks en ik ben hier en dat heeft mij nodig en dat moet regeltjes kennen, dan is er geen evenwaardigheid. Maar als je evengoed aanvaardt van dat jij van dat kind informatie kan hebben, dus dat die klassieke ouder-kindrelatie, dat niet meer een leerling- en leraarrelatie wordt, maar dat er een evenwaardigheid ontstaat, zeker energetisch, dan denk je dat je een kader aan het scheppen hebt, een omgeving aan het scheppen, waarbij dat die kinderen zich kunnen ontplooien en waarbij dat je een ander draagvlak krijgt van voor deze realiteit. Mm. Maar het gaat erom dat je als ouder eigenlijk voortdurend bewust bent, niet alleen als ouder, ook voor jezelf, dat je de autoriteit, de eigenheid van je kind er niet uittrekt of geen compromissen daar rond maakt of dat je het beperkt. Nu, dat is gemakkelijk gezegd. Ik heb met mijn kinderen dat ook niet kunnen doen. Hè. Dus. Maar dat zou eigenlijk... En ik bedoel, in bepaalde mate zul je je kind altijd of conditioneren of beperken. En soms zal het verschrikkelijk nodig zijn zelfs. Maar is het dan ook niet gewoon... Is het niet ergens de bedoeling of zo voor ons dat we, weet je, als feit pakkende dat we geconditioneerd worden, maar dat we dus altijd in ons leven op zoek zijn naar zoveel mogelijk het deconditioneren van jezelf? Als je het hoeft, ga je een beetje uitvergroten. Ja. Want als we bezig zijn over conditionering en van de regels vormen, dan heb je het eigenlijk, wat we met onze kinderen doen, is een persoonlijkheid vormen, een persoonlijkheid aanmeten, liefst een persoonlijkheid die voldoet aan onze verwachtingen of aan de verwachtingen van de omgeving en zo meer. Maar als je het plaatje een beetje opentrekt, wat gebeurt er eigenlijk? Als een persoonlijk zelf is een aspect, een afgeleide van jouw originele zelf. En jouw originele zelf, hoe zou je dat kunnen omschrijven? Dat is eigenlijk de oorspronkelijke vlam, de oorspronkelijke energie, het oorspronkelijke aspect van jouw totale zelf, dat hier een ervaring komt beleven. En dus die oorspronkelijke blauwdruk, die is vrij, die komt hier met een bepaalde reden ook, om een bepaalde ervaring te hebben, en die komt hier terecht in een keurslijf dat gemodelleerd wordt naar dat persoonlijke zelf. Dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurt. Dus als je zegt van, zijn we hier om ons te deconditioneren,
tot op zekere hoogte wel. Maar dat wil niet zeggen dat je je deconditioneert in de fysieke, materiële realiteit. Want die is er nu eenmaal. Mm-hmm. Deconditioneren kan je door terug een actief en een bewust contact te hebben, proactief contact met jouw originele zelf en met jouw totale zelf. En op dat moment, als dat gebeurt, ja, dan vallen de grenzen, de beperkende grenzen van wat je altijd hebt geleerd, vallen weg. Of die kunnen wegvallen. Maar dan kom jij in charge om te kiezen van, in dit geval, ja, respecteer ik die grenzen om bepaalde redenen, niet vanuit angst, maar omdat je er zelf voor kiest. En dan wordt het een heel ander verhaal. Ja? Dus, nee, ja, maar dus eigenlijk, want hier zit ik de laatste tijd wel echt vaker ook langer over na te denken. Weet je, dat we worden natuurlijk gevormd naar de trauma's, de dingen die je meemaakt als je jong bent, zeker als je heel erg klein kind bent. En vanuit daar, ja, ontwikkel je natuurlijk allemaal copingmechanismes en allemaal, ja, ontwikkel je eigenlijk een soort van vals zelfbeeld om precies wat je net zegt, allemaal verwachtingen te voldoen en om jezelf in leven te kunnen houden. Maar ja, ik denk dan vaak van, wat gebeurt er dan als je dat allemaal wegstript uiteindelijk? Je hield al die stukken, zogenaamd, en je, ja, en wat blijft er dan uiteindelijk nog over? Maar jij zegt, ja, je komt hier dus wel met een specifieke blauwdruk eigenlijk. En dat is wat daar dan onder ligt. Ja. Wacht even. Ja, eigenlijk moeten we helemaal van het begin beginnen. Ja, let's go. Ja. Ja. Want, wacht. Oké, ik ga... Want dan komen we automatisch op het laatste bij trauma's en bij dat persoonlijke zelf en waarom dat zo gevormd wordt. Mm-hmm. Het is een verhaal, maar je kan het zelf ook ervaren. Ik zeg het, het gaat over de ervaring. Maar ik had het verhaal van wat Bob Moreau heeft meegemaakt qua informatie. En nogmaals, ik ken enorm veel mensen die er zelf zijn achtergekomen dat het voor hen klopt. En wat de weerslag is op deze realiteit. Nu, het verhaal van Bob is als volgt. Dus Bob Moreau was iemand, Amerikaans zakenman, die heel bedreven was in buitenlichamelijke reizen. Die kon dat, is daar toevallig achter gekomen door te experimenteren, maar hij is op zoek gegaan. En nu, na vele jaren, op een gegeven moment vraagt hij van, ja, ik zou eens willen weten hoe dat de aarde is ontstaan. En hij krijgt informatie, hij is buitenlichamelijk, hij is net buiten de aarde en ik kan niet beter beschrijven als er komt een soort toeristenbus langs van intelligenties die de aarde komen bezoeken. En ze zijn heel enthousiast. En hij vraagt, oh, kan je eens een beetje informatie geven? En ze geven hem een folder, een brochure. Maar dat wordt een rod genoemd. Dat is een sfeer, laten we zeggen, waarin alle beelden, geluid, informatie, geuren, emoties inzitten. En waar je kan induiken en je zit er helemaal in. En dit is het verhaal dat hij krijgt. Korte versie. Het verhaal gaat als volgt. Er is ergens in een of ander universum is er een entiteit X. En X die behoort tot een stelsel waarbij dat een zeker stof, lush wordt het genoemd, dat lush zeer belangrijk is. Zowel voor productie als voeding, als materiaal, als alles. Nu, vanuit die samenleving gaan alle mogelijke expedities het universum in om lush te genereren, lush te halen. Dan denkt X, zou het niet interessant zijn om zelf lush te beginnen verbouwen? Daar moeten we niet overal naartoe. En hij besluit om een soort tuin te creëren waarin dat lush kan verbouwd worden. En hij creëert een eerste oogst. En die eerste oogst, die is traag, geeft niet de kwantiteit of de kwaliteit van lush dat ze gewoon zijn. En X begint te experimenteren. Hij zorgt voor een tweede oogst. En een tweede oogst die ook onderhevig is aan turbulentie. Er is alleen één nadeel. Ten eerste, de kwantiteit en de kwaliteit zijn nog niet wat het moet zijn. En de eerste oogst die produceert enkel lush wanneer dat ze sterven, wanneer ze afsterven. Het voordeel is, bij turbulentie kan ze wel zich vermenigvuldigen. Dus X moet daar niet actief aanwezig zijn. Nu,
in het boek van Bob Marot benoemt die oogsten niet, maar je zou kunnen zeggen, de eerste oogst is wat dat er ooit het primitieve leven in het water is geweest. De tweede oogst zou je kunnen zeggen, zijn planten en bomen en zo verder. Lush zegt van, ja, X zegt van, productie van Lush is niet voldoende. Ik ga er ook mobiele bij zetten. Mobiele die die de tweede oogst opeten, dus de planten opeten. Wat wil dat zeggen? Dat er Lush wordt gegenereerd. Als die tweede oogst doodgaat, wordt er Lush geproduceerd. Als die mobielen sterven, dan wordt er ook Lush geproduceerd. Dus hij heeft al op drie plaatsen dat er productie is. Maar ook daar is de kwantiteit begint te stijgen, maar de kwaliteit is nog niet navenant. Tot op een gegeven moment dat hij merkt dat er twee van die mobielen beginnen te strijden omdat er te weinig voedsel is, te weinig tweede oogst is. De tweede oogst begint op te geraken. En wat gebeurt er? Hij ziet die twee strijden en er is een piek, er is een enorm, een sterke toename van de kwaliteit van Lush. En X vindt dat zeer interessant. Hij zegt van, weet wat ik ga doen? Ik ga nog meerdere mobielen erbij zetten, kleinere, die grote aanvallen, dat er meer strijd is, er ontstaat schaarste, meer schaarste. En de Lush-productie die stijgt zowel in kwantiteit als kwaliteit. Nu, hij is redelijk tevreden. Ik zeg hij, het kan een zij, een hut zijn, ik weet niet. Maar hij zegt van, ik heb het systeem door, maar het is nog te traag. Dus hij veegt alles opzij en hij begint terug van nul, eigenlijk met een vierde oogst, met allemaal kleine mobielen, enorme variëteit. De een valt de ander aan, de een eet de ander op. Dus een enorme productie van Lush. En hij is eigenlijk tevreden. Hij zet er een paar operatoren en collectoren op zijn tuin en hij laat het eventjes doen. Dus er is opbrengst. Tot op een gegeven moment dat hij af en toe doet hij nog steekproeven en op een gegeven moment krijgt hij een piek in Lush die niet normaal is. Een kwaliteit die onbestaan is. Nog nooit meegemaakt. En hij zoomt daarop in en wat ziet hij? Hij ziet een van die mobielen, een moeder, in doodstrijd aan het vechten voor haar jongeren. Maar het is echt doodstrijd. En hij zegt, wauw, dat is interessant. Het is een enorme productie van zuivere Lush. En dat is één ding dat hij ziet. En het andere is, besluit hij om... Hij zorgt ervoor dat er meer strijd in de tuin komt. En hij denkt ook van, die beweging, dat is een beetje nog altijd ad hoc. Dat is wel voor... Zij komen in beweging, de vierde oogst, van zodra dat ze honger hebben. Dus, en hij wil eigenlijk een continue beweging krijgen. Dus wat doet hij? Hij pakt van die vierde oogst een exemplaar en hij zorgt ervoor dat die altijd in beweging is. En hoe doet hij dat? Een stukje van zichzelf steekt hij in die vierde oogst, zodat die altijd in beweging is en terug connectie wil maken met het geheel. Dat stukje dat wil terug met het geheel. En hij denkt van, oké, ik laat dat doen. Dat stukje heeft ook meer autoriteit, heeft meer bewegingsvrijheid, heeft meer, is meer tot denken in staat en eigen beslissingen nemen. Dus hij is heel tevreden, die oogst gaat, dat gaat allemaal goed. En hij laat het een tijdje zo, totdat hij terug nog eens een steekproef neemt en weer ziet hij een enorme piek van Lush dat hem nog nooit heeft meegemaakt. Hij zoomt daarop in en wat ziet hij? Die vijfde oogst waar een stukje van hem in zit, hij ziet dat hij eenzaam is en verdriet heeft. En dat zorgt voor een enorme opstoot in de Lush. Dus hij zegt, ja, nu heb ik het gevonden. Wat ik ga doen, ik ga die bestaande splitsen, zodat er altijd zodat het één stukje altijd eenzaam is. En op zoek ga ik naar het andere. Plus, hij zorgt ervoor dat er allerlei systemen worden gecreëerd om, wat we zouden noemen, pijn, jaloezie, ambitie en zo verder, om die naar boven te brengen. Zodat die Lush-productie zo hoog mogelijk is. En nu is hij heel tevreden. Hij maakt ook die vijfde oogst leidend over de tuin. Dat wordt de primaire soort. En hij laat de collectoren hun gang gaan en hij laat ook de systemen verfijnen.
maar ook de structuren die moeten ervoor zorgen dat die lus optimaal blijft. En dat zijn structuren die we nu kennen als politiek, economie, oorlog, religie, strijd, noem maar op. Ja? Dus dit is de korte versie, hè, van het verhaal. Ik hang aan je lippen, dus ja. je hoeft het niet korter te maken of in te perken. Dus dat is wat Bob Moreau meekrijgt. Dus ja, nadien is hem 3 maanden er niet goed van. als je die informatie krijgt, want heeft hij zoiets van, ja, ze hebben dat niet meer dan koeien die afgemolken worden. Ja. Nu, dus dat is één stukje van het verhaal. Dus als je ziet van, waar zit het? Wat gebeurt er eigenlijk met mensen? En dan kan je dat vertalen natuurlijk. Als je dan begint te kijken van, de structuren die er zijn, hoe worden die in stand gehouden? Ja, die worden in stand gehouden door de mensen zelf. Op welke manier? Het is ons creatiekracht, dus die oorspronkelijke vlam, die eigenlijk, en ik zeg niet dat dat van X is, dat is nog een ander verhaal, maar die er eigenlijk voor zorgt dat deze realiteit in stand wordt gehouden. Als we kijken naar die structuren, onze realiteit is een realiteit van strijd, of zo wordt ze voorgesteld, hè, is een realiteit van strijd, is een realiteit van chantage, is een realiteit van roven. Kijk maar naar de economie, dat is de spanning tussen aanbod van goederen en schaarste van grondstoffen. En overal zit die spanning, overal zitten die tekorten. Dus dat voedt de basisangsten die in onze maatschappij zijn gebracht om onze lus, onze energie te kunnen oogsten, die wij eigenlijk automatisch weggeven. Die structuren, ja, die worden in stand gehouden door onszelf. Met de beste bedoelingen. Allee, zeker van ouders naar kinderen, die worden opgevoed van in de bestaande cultuur. Maar die is erop gericht dat jij voortdurend je energie weggeeft. Denk maar aan elke 4 of 5 of 6 jaar, afhankelijk van welk mandaat, mag jij je kracht weggeven in de vorm van een stem. Mm-hmm. Dus jij geeft jouw autoriteit weg, dat is politiek gezien. Elke dag, als je ergens gaat werken, mag jij jouw autoriteit weggeven in ruil voor geld. Want je doet niet wat je wil doen eigenlijk. En zo zijn er, als je ziek bent, je mag je autoriteit weggeven bij de dokter en een pilletje nemen. Mm-hmm. Dus voortdurend geef jij je eigen kracht op alle mogelijke vlakken weg. Nu, die vlakken die worden voornamelijk gemanaged door angsten die in onze maatschappij zeer, zeer sterk worden bespeeld. Welke zijn die angsten? De 3 basisangsten waar dat er veel wordt rondgedaan, waar dat er veel programma's worden rondgeschreven, waar er veel structuren rond zijn opgebouwd, is ten eerste een angst voor schaarste of armoede. Dat is eigenlijk tekorten. Mm-hmm. En denk, als je even denkt van, ja, mensen, ook als je veel verdient, toch zit je met dat financieel stelsel, dat je, ja, klopt, en ga ik wel toekomen, en ik wil dat, en ik wil dat, ik wil dat. Energiecrisis, tekort aan energie, tekort. We leven in armoede en tekorten. Tweede is een angst die wordt enorm gebruikt, is de angst voor kritiek. Vroeger was dat politiek correct zijn, nu is dat heel het woke gedoe. Dat er, dus, oh, je mag dat niet meer zeggen, en wat gaat die wel zeggen? En als ik dat denk, of nog maar zeg, dan dat. Vlamingen zijn er heel goed in. wat gebeurt er dan? Dus heel dat concept, ja, het is al gisteren of wanneer, dat men zei van, ja, de boeken van Roald Dahl worden nu aangepast. Gisteren of zo gelezen. Ja, ja. Dat vind ik echt, ja. Dat is een mooi thema, om die misschien straks even erbij te halen. Dan moet je vooral je verhaal doorvertellen, want dat vind ik, hier heb ik zo boos van geworden toen ik het las. Ja. Echt verschrikkelijk, maar dat komt zo meteen. Ga door. Dus, maar dat is dat woke gedoe. Ja. Dus van dat je niet meer mag denken wat je wilt. En angst voor kritiek. Dus. En het derde angst die wordt gezondheid.
angst voor een slechte gezondheid. Ja, daar kan ik niet direct een voorbeeld bij vinden, maar... coronacrisis bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, om maar eentje te noemen. Ja. Dus enorm. Dus, maar dat zijn drie gebieden waarop enorm veel angsten worden. Of griep, prikken en vaccin en noem maar op. Dus dat zijn drie grote. Nu, je hebt er nog drie die worden bespeeld. En dat is de angst om liefde te verliezen. En die wordt, kijk naar alle mogelijke tv-programma's en films en dramaseries en soapseries. Dat is één groot thema. Angst voor ouderdom is er eentje. En ook angst voor de dood. Al die zes angsten zijn geen natuurlijke angsten. Die zijn allemaal aangeleerd. Ja, van jongs af aan, door cultuur, door ouders worden die aangeleerd. Maar die angsten zorgen ervoor dat jij jouw energie weggeeft. De structuren die zijn gemaakt, politiek, economisch en zo verder, hou die angsten in stand, die stimuleren die. En jij gaat erin mee. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus vandaar als we spreken over die programmatie en dat conditioneren gaat via die structuren, zorgt ervoor, via die angsten wordt jouw energie op die manier beknot. Je kan jezelf niet uiten, wordt getraumatiseerd. En dat is eigenlijk dat persoonlijke zelf. Terwijl dat jouw origineel zelf hier is gekomen om een ervaring te hebben vrij van die angsten. Mm. Dat is een beetje... En als we dan in het verhaal, want je hebt nu, dat is zo'n mooi lang verhaal. Ik heb een paar dingen die in mijn hoofd zitten, maar ik ga ongetwijfeld weer een hoop vergeten. Maar als wij eruit zouden gaan van het verhaal van Bob Monroe, dat klopt, dan zijn wij dus, dan is zeg maar God of zeg maar het eindeloze bewustzijn of hoe we het ook zouden noemen, wat dat dan is, maar is dan eigenlijk X? Nee. Nee. Dus X is ook een... Als je bekijkt naar X, als je kijkt naar de ware mens... De ware mens heeft een ruim bewustzijn, is het meest machtige wezen in het universum. X is eigenlijk een lager wezen. Als je in termen van hoog en laag wilt, is een lager wezen dat anderen nodig heeft om energie te trekken. Ja. Vanuit, wij leren dat ook. Hè. Dus kijk, heel ons maatschappij is doorleefd, is doordrongen van die filosofie van X, om het dan zomaar te zeggen, dat je energie van anderen hebt. Van jongs af aan ga je richten op je ouders en ga je je gedragen, dat je toch, al is het soms negatieve energie, dat je energie krijgt, negatieve aandacht. Dus nee, X is zeker niet het oorspronkelijke. X is meer een entiteit die juist afgesloten is van die oorspronkelijke bron, om het zo maar te noemen. Van het oorspronkelijk veld van creatie is die ervan afgesloten. Anders zou je dat niet nodig hebben. Mm, maar ik dacht dat je zei dat hij delen van zichzelf in ons stopte. Ja. Een stuk, ja. Mm. Dat is het verhaal, hè. Mm-hmm. Maar een stuk, maar je bestaat nog uit alle mogelijke andere delen ook, uiteraard. Dus dat is een stukje dat je in deze realiteit, als je in deze tuin terechtkomt, waar dat je een stukje van mee hebt. Maar nogmaals, van zodra je daar begint bewust van te worden, kan je alles transformeren. Dus dat is maar een heel klein stukje van het verhaal. Je zou X... Als je kijkt naar het Oude Testament en andere geschriften, zou je X daar misschien mee kunnen identificeren. In de Satan kunnen identificeren. Of dat nu dat hangt er een beetje vanaf, of dat nu Satan is of God. Als je kijkt naar het Oude Testament. Het Oude Testament, dat is één grote soapserie van vervloekingen tot het zevende nageslacht, van incest, van kinderoffers en allemaal. Yahweh vraagt dat allemaal. Hè? Mm-hmm. Dus die God van het Oude Testament is een heel andere entiteit dan bijvoorbeeld het Nieuw Testament, waarbij Jezus zegt van dat Koninkrijk Gods in jou is. Dus het zit hier, het zit in haar, het zit hier. Dus dat is een heel ander... Dus die God uit het Oude Testament is een lager wezen. Dat van de miserie, van de stress, van de angst van de mens moet leven. Mm. En ze noemen hem ook de jaloerse God, toch, Yahweh? Ja, ook. Ja. Ja. Maar dus, ja. Oh, interessant. En want ik hoor je een paar keer over schaarste en zo. Hè? Want dat is inderdaad volgens mij het beginsel waarmee je wordt geboren met een schuld. En voorheen was dat inderdaad aan God, geloof ik. En nu word je geboren met een schuld aan de planeet en je medemens eigenlijk. Ja. Voor het überhaupt dat je bestaan draag je al bij aan het klimaatprobleem. Ja. Het allemaal.
Maar, en schaarste is natuurlijk daar een groot onderdeel van. Maar het is bullshit, toch? Ja. Als in daar, als we daar stoppen met dat te geloven, dan verandert dat al gelijk een hele hoop. Ja, uiteraard. Het is nu, het gaat er ook over dat je. Het is allemaal gebaseerd op die wederkerigheid. Wederkerigheid, evenwaardigheid en zo meer. Dus dat wil ook zeggen dat je die wederkerigheid eigenlijk beoefent, of dat dat natuurlijk gegeven is voor jou, naar de aarde toe. Want het is alles wat je hier ziet, ook in de studio of gelijk waar, alles wat je ziet, komt van moeder aarde. Alles. Dus er is ook geen schaarste. Elke dag wordt er voor 13 miljard mensen voedsel geproduceerd. Er wordt ook voor 6 miljard mensen voedsel weggegooid elke dag. Ja. Dus er zijn geen tekorten. Het is hoe dat we ermee omgaan. En naar respect toe. En moet je elke 6 maanden een nieuwe gsm hebben? Is dat nodig? Ja, dus het gaat over die instelling. Dus energetisch zijn er geen tekorten. Die bestaan niet. Nee. Het is gewoon absurd. En dan iets als klimaat is natuurlijk ook veel, veel voorgelogen om ons in die droom te houden dat het echt daadwerkelijk iets is wat erg is. Maar wat doet dat? Dat brengt jou weer. Wat gebeurt als jij. Dus ja, dat wil ik ook nog zeggen. Dus die angsten die worden ook. Er is een bepaalde structuur, een bepaald patroon dat keer op keer wordt toegepast en geïmplementeerd. En dat is een heel eenvoudig. Dat is ook geen rocket science. Die is ook gekend in andere disciplines. Het is gewoon die drama-driehoek. Van slachtoffer, redder en agressor. Die drie. En daarmee, van zodra dat jij in het drama stapt, in een van die rollen, ja, dan kun je oogsten. Want dan ben je energie aan het weggeven. Je zit mee in het drama. En die drama's worden gecreëerd op heel klein vlak. Families, dat zijn structuren waar dat er heel veel drama's worden geconstrueerd. Maar ook op mondiaal vlak in dit geval. Van de klimaatcrisis en dit en dat. Dat wordt allemaal gecreëerd, drama's gecreëerd, zodat jij en grote bevolkingsgroepen en hun energie weggeven. Naties worden gecreëerd voor het probleem zijn van dat verdelen heerst. Dat zijn die spanningen waardoor dat er die lus kan vrijkomen. Dus als je dus op die manier. Ja. Dus het hele gebeuren rond het klimaat. Het is altijd interessant om. Om wat men 13, 40 jaar geleden schreef, ja, dan was men bezig dat het gat in de ozonlaag was toen heel belangrijk. Mm. Waren er, waar is die eigenlijk heen? Ja, dat heb ik mij ook al dikwijls afgevraagd. Maar ook dat er zelfs een ijstijd ging aankomen, want dat de temperaturen aan het dalen waren en zo meer en zo meer. Dus het is voortdurend, maar als je echt elke keer meegaat op elke stroming, ja, dan blijf je nooit bij jezelf en dan ben je voortdurend. Leef je in die angst? Ja. Voordat ik ga vragen over waar die angst naartoe gaat, die energie. Heb jij dat Roald Dahl-artikel gevonden? Ik wil toch nog. Dan wil ik toch al half in een activistenrol gaan stappen. Want ik word niet gauw meer boos als ik iets lees. Maar hier werd ik echt, echt pissig van. Gewoon. Roald Dahl aangepast om beledigend taalgebruik. De woorden, en dat let op de woorden die ze eruit hebben gehaald. Ja. De kinderboeken, hè? Echt kinderboeken. De woorden worden uitgehaald zijn dik en lelijk. Even kijken. Ook zijn sommige typeringen genderneutraal gemaakt. De Oompa Loompas worden nu kleine mensen genoemd in plaats van kleine mannetjes. Nou ja, et cetera, et cetera. Maar vooral die sommige typeringen worden genderneutraal gemaakt. En ik dacht echt, en het komt ook nog, wil ik je een verhaal vertellen wat ik afgelopen weekend heb meegemaakt. Ik dacht, ja, dit is dus hoe het gaat. Dat we dus allemaal vormlozer gemaakt worden. Ja. Worden allemaal niksiger gemaakt. En dat wordt er vanaf dus dat je 2, 3, weet ik veel, uit je bent als je dit soort verhalen voorgelezen krijgt, wordt dat je dus gewoon erin geramd. En uiteindelijk, ja, kom je dus in situaties uit waar ik dus afgelopen weekend in terechtgekomen ben. Ik had nooit verwacht dat ik dit zou gaan vertellen, maar ik ga het toch doen. Ik zat in Duitsland in een bar. En er stond achter de bar een niet-Duits of in ieder geval niet-Duits ogend persoon. En ik zei tegen iemand die met ik was, ik zeg, weet dat die Spaans is? En zij zo, nee, die komt uit Oostblok, weet ik zeker. Ik zeg, weet dat die Spaans is? Toen zei ze, oké, weet dat die Spaans is? Zei ze, ga je even checken? Toen wilde ik gaan checken. Toen zei iemand anders in mijn gezelschap, zei, dat moet je niet doen, want dat kan hij misschien wel eens niet leuk vinden. Dus ik zei, dat kan hij misschien wel eens niet leuk vinden. Ik zeg,
Er zit toch helemaal geen kwade intenties achter. Ik wil gewoon me vragen aan die meneer waar die vandaan komt. Dan als hij het niet leuk vindt, mag hij tegen mij zeggen. Dan zal ik het niet meer vragen, natuurlijk. Maar nee, het zou zomaar eens kunnen zijn. Want ik vind het ook niet leuk dat er altijd mensen aan mij vragen waar ik vandaan kom. Nou, mij vragen mensen het ook heel vaak. Natuurlijk, soms kan ik het wel irritant vinden. Dan denk ik van ja, oké, maar kijk hoe ik eruit zie. Natuurlijk vragen mensen waar ik vandaan kom als ik gewoon Nederlands zit te praten. Ik snap het. Kan ik gewoon antwoord op geven. Maar mijn punt van het verhaal is, dat is dus waar we naartoe gaan bewegen. Ja. Stel je voor, je zou iemand anders iets doen wat hij vervelend vindt. Ja. Dus moet je Melma houden. Ja. Uiteindelijk heb ik het gevraagd aan de man. En hij zei, kom uit Spanje. Hij vond het super grappig. Heb ik nog een uur mee zitten praten over van alles nog wat. Tuurlijk. Ja. Maar kijk wat dat geven wij ook. Allee, dat wordt nu doorgegeven aan kinderen ook. Dus, maar denk vroeger, als ik bij mijn vader kwam en ik zei, oh, die heeft gezegd dat ik lelijk ben of zo. Wat zegt je vader? Luister niet, dat is een idioot. Trek het u niet aan. Ja. Ups. Klaar. En er gebeurt niks. Hè? Als iemand zegt tegen jou dat je lelijk bent, ja, wat dan? Heb je de volgende dag kanker? Of wat gebeurt? Allee, ja, er gebeurt niks. Hè? Mm. Dus en er zijn twee aspecten. Dus dat aan de ene kant van dat intellectueel terrorisme en wat er eigenlijk gebeurt. Maar aan de andere kant, wat geef je mee? Dat je de mening van een ander, dat belangrijk zou zijn. Mm. Want dat ja, want als die tegen mij zegt dat ik lelijk ben, dat is belangrijk. Want ik moet mij dat aantrekken, want dat mag die niet zeggen. En je wordt drama-driehoek, slachtoffer, ja. Agressor. Ja, ja? Ja daar word je gelijk. De ene wordt in de slachtofferhoek gezet en de andere in de daderhoek. Terwijl gezet. Dat je zegt van, die noemt mij lelijk, zelfs zo mottig als de nacht. En dan is het, maar dan is het energetisch is dan weg. Ja. Het speelt geen rol. Ja. Het heeft geen impact. Dus. Maar dat, ja, en dat is dus wat er gebeurt. En er ligt een lijn met het verhaal van Roald Dahl. Ja. Gewoon dat je, ja, het wordt allemaal vormlozer. En we moeten allemaal maar uitkijken dat we niet iemand anders misschien beledigen met wat we zeggen. Belachelijk. Ja. Ja. Nou, mooi hebben we dat ook even besproken. Ja. Wat ik eigenlijk wilde vragen is, want ik vind het wel een hele mooie metafoor met die lush over hoe wij onze energie verspillen aan alles en nog wat. En hoe daar van gevoed wordt. Zeg maar, je kan het metaforisch aanschouwen, denk ik, en bedenken van ja, dit is gewoon letterlijk hoe je dit systeem daardoor voedt. En hoe we, ja, als we allemaal maar elkaar bang blijven maken en zo, dat we elkaar allemaal zo vasthouden en uiteindelijk in dit systeem, en dat we daarmee uiteindelijk ook een politiek creëren zoals die vandaag de dag is, vind ik heel sterk. Want daardoor besef je wel van, oké, ik kan eruit knippen en ik kan het veranderen, zeg maar. En dan is de verandering ook niet een andere politiek, maar dat is een verandering dat wij ons allemaal bewuster worden van dat hoe we dit aanpakken niet handig is. Dat is één. Maar een tweede is dat er natuurlijk ook mensen zijn die zeggen dat er daadwerkelijk entiteiten zijn die zich voeden van die energie, lush, zoals in het verhaal wat je net vertelde. Hoe zie jij dat? Dus als je het verhaal van Moreau neemt, dan zou je kunnen zeggen van dat de entiteiten die dit georganiseerd hebben, dat zulke zijn die afgesneden zijn van die oorspronkelijke bron, die de energie niet krijgen en die dus op rooftocht moeten gaan en het ergens anders moeten halen. Nu, het is enorm gelaagd. Hè. Het zijn eigenlijk oneindige lagen die er overal tussen zitten. Dus in deze laag, in deze realiteit, zou je kunnen zeggen van, ja, dat klopt ongeveer. Belangrijk daar ook is dat die entiteiten er ook mogen zijn. Hè. Want als je gaat zeggen van, en die stelen onze lus, dan zit je terug in het drama, ben je slachtoffer. Geef je hen weer, weer de energie. Ja, maar dan ben je. Dus dat hoeft niet. Die hebben evenveel bestaansrecht als andere entiteiten of andere intelligenties. Het is hoe dat jij ermee omgaat. Dus ik vind het sterk dat je dat zegt van inderdaad, het gaat erover hoe dat jij ermee omgaat. Niet vanuit je persoonlijke zelf, want je persoonlijke zelf zit ook vol en trauma's en geloofsovertuigingen en wat moet zo en wat ze durven doen met Roald Dahl. Ja, maar op zich is dat een goede reactie, maar voelt dan daarna van wat doet dat met mijn energie? Geef ik dat daaraan weg? Ze hebben een drama gecreëerd en bang. En het gaat over dat, dus dat energetische aspect inderdaad. Dus dat is belangrijk, dat we daar eigenlijk voortdurend
van bewust zijn of dat we dat in dat drama zitten of dat we dat onze energie dan weggeven. Dat is, want, ja, ik ben even de draad kwijt. Maar. Een deel van mijn vraag beantwoord, maar meer of eerder dat... Nou, stel je voor, want zo zie ik hem dan altijd wel een beetje voor me. Als ik dan denk van oké, wij geven onze energie weg. Als je het dan even tastbaar maakt naar deze realiteit, zou je het zo kunnen zien dat de entiteiten die zich voeden van onze energie, de psychopaten zijn, de politici of de miljardairs met de grote bedrijven. En dat zij, onze energie, onze angst nodig hebben om eigenlijk nog meer naar hen toe te hevelen en zo allemaal. Zo zie ik het dan een beetje voor me. Dat zijn de structuren die neergezet zijn. Maar als je de werkelijkheid wilt veranderen, ja, begin bij jezelf. Dus het is, ja, als je zegt van ik aanvaard het politiek systeem niet, het is gemakkelijk gezegd, maar als niemand gaat stemmen, dan gebeurt er ook niks. Hè? Nee. Dus waarom ga je stemmen? Dat is vanuit een geloofsovertuiging. Dat is of misschien vanuit een angst. België is een van de drie landen ter wereld waar dat er nog een stemplicht is. Geen stemrecht, maar een stemplicht. Je moet gaan stemmen. Echt, joh? Ja, een van de drie landen. En dus als je niet gaat stemmen, dan kan je een boete krijgen. Joh. Bijvoorbeeld. Ja. Nu, in praktijk gebeurt dat niet, maar het staat nog altijd in de wet. Dus vanuit die angst, en ik weet nog van, als ik zeg van ja, maar ik ga nooit stemmen, of ik ga al lang niet meer stemmen, maar je moet. Dus dat is die angst die dan komt. Dus we houden dat zelf in stand. Dus als iedereen zegt van ja, nee, we doen het niet, dan is het gedaan. Dus vandaar ook dat je, wil je het veranderen, dat je het begin bij jezelf. Kijk wat dat jij doet. En het zijn maar kleine stapjes. Hè. Dat hoeft niet geweldig te zijn, maar het zijn die kleine stapjes van wat doe jij? Hoe ga jij om met die energie? In welke drama stap je? In welke drama stap je niet meer? En wees gerust, iedereen stapt nog altijd elke dag in al mogelijke drama's. Ook als je ervan bewust bent. Maar dan is het ook dat je dan zegt van ik ben erin gestapt. Ach, ze hebben me weer liegen gehad. Zonder dat je zelf veroordeelt. Mm. Zonder schuldgevoel, zonder veroordeling, zonder spijt. Zegt, maar met humor. Als er één ding is dat men niet kan handelen, is het echte humor. Die vanuit de oorsprong komt. Mm. Dat kunnen ze niet, dat begrijpen ze niet. Nee. En dan begin je zaken te ondermijnen. Ja, en compassie is volgens mij altijd al een code en compassie, woord ook. Mededogen, ja, ja. Maar dat is wel mooi, want ik vind het, het voelt helemaal waar wat je zegt. Alleen, het is zo makkelijk om te zeggen, ja, je bent je bewust van het drama, stap eruit en kijk er dan met compassie op terug. Want hij is levens echt, zeg maar, die drama. Tuurlijk. Ja, ja. Dus we zitten erin, hè. Ja, dat is wat we zeiden. Dat is de doos, hè. Je zit in de doos. Dus je volgt mee de constructies en de regels die er heersen, maar je kan er ook gaten in en doorprikken en kijken en waarnemen op een andere manier. En beseffen van. En hoe meer je dat doet, die drama's ga ik in, die drama's die. En soms kan je beslissen van in dat drama ga ik wel mee, want. Oké, maar dan is het een zelfbewuste keuze. Ja. Ja, ik snap hem helemaal. En als je het dan over die entiteiten zou hebben die zich dan zo voeden van onze energie, hè? Kan je die, ja, want dat zijn ook allemaal verschillende zienswijzen weer op, noem het argonten, noem het, weet ik het, van alles nog wat die entiteiten zijn die dat dan doen. Hoe zie jij dat? Ja, argonten en zijn eigenlijk in mijn beschouwing, ik zal het zo zeggen, zijn dat eigenlijk meer de collectoren en degene die het hiermee organiseren, die ermee voor zorgen dat het hier blijft draaien, is één stukje. Die entiteiten, ja, die kennen verschillende uitdrukkingen. En afhankelijk van de cultuur en van de tijd waarin dat je leeft en zo, hebben die een andere verschijningsvorm. Want wij spreken dikwijls over of aliens of greys of weet ik wat. Maar als je 1000 jaar terug gaat, dan spreekt men over andere dingen. Maar wat wel dikwijls terugkomt, door in heel de geschiedenis, ook bij ons, zijn figuren met vleugels bijvoorbeeld. Die kom je overal tegen. En die worden eigenlijk als bewakers van deze realiteit
beschouwt. Je vindt die in Venetië van vroeger, je vindt die de engelen. Engelen vind je. Je vindt die ook in de Andes-traditie, de mountain spirits. Die hebben ook vleugels. Dat zijn eigenlijk vogels met een mensenkop. Je vindt dat overal dat thema terug. Dus als je kijkt naar de gemeenschappelijke factor, dan kan je zien van oké, bijvoorbeeld die figuur met die vleugels, dat zijn eigenlijk zo degene die deze realiteit ook bewaken. En kijk ook naar de symboliek van de vleugels, waar dat overal komt. In het leger, de vleugeltjes. Symbool van de Verenigde Naties of van de NAVO. Dus dat is geen lauwerkrans, dat zijn twee vleugels rond dat symbool. Misschien dat is, kan dat laten zien als je dat wenst. Dus, Verenigde Naties? Ofwel, het is, ik denk dat het Verenigde Naties zijn. Maar overal zie je dat symbool terug. En dus dan weet je van, oké, dat is iets universeel. Dat in het onbewust van de mens zit, als je die symboliek ziet, dan gaat er een bepaalde... Symbolen zijn enorm sterk, hè? Dat is eten en drinken. Hè? Er komt enorm veel informatie in de woorden. Dus heb je dat is geen lauwerkrans, dat zijn vleugels. Twee vleugels die dus de wereld beheersen. Ah. En bewaken. Op een platte aarde heb ik ook wel eens gehoord dat het hiervoor staat. Dat is nog een ander, dat is nog een ander onderwerp. Maar ja, dus dat zijn collectieve symbolen die van zodra dat je ermee in contact komt, die bepaalde programma's bij jou activeren, veelal onbewust, en die jou in een bepaalde toestand brengen. En die dikwijls in een toestand van ontzag of van, oh, engelen, en oh, de Verenigde Naties. En wat gebeurt er? Dan is die evenwaardigheid er weer niet en hops, wordt er weer energie weggegeven. Dus die symbolen en symboliek dat er wordt gebruikt is enorm sterk en heeft enorm, met enorme bedoeling dat die er wordt gebruikt. Nu, dat is één stukje als je kijkt naar de ander. Nu, in onze tijd wordt er veel gesproken over reptilians en over andere rassen en zo verder. Mijn ervaring is dat er inderdaad verschillende rassen hier zijn die je kan ontmoeten. Er zijn ook veel verschillende rassen die de aarde in doog houden. Waar je mee in contact kan treden als je dat wenst. Maar ik zou zeggen, ja, ga zelf eens kijken. Ervaar het eens zelf. En of dat dan nu reptiliëns zijn of soort insecten of andere op zich... doet dat er niet toe. Nogmaals, die hebben allemaal hun eigen bestaansreden. Die zitten allemaal met een bepaalde motivatie hier of juist niet hier. Maar het is aan ons als mens om daar mee om te gaan. En om daar niet in het drama en het slachtoffer en weet ik wat te stappen. Mm. Dus... Hoe vind je dan bijvoorbeeld als... ik weet niet of je daar een mening over hebt, hoor, maar hoe vind je dan bijvoorbeeld... Dingen die David Icke zegt met zijn theorie over reptilians en zo. Want die voedt wel best wel het idee ook dat wij, dat zij wel, weet je wel, bewust ons onder de duim houden. En daarmee zou je ook kunnen zeggen bijna dat we hen ook alweer wat autoriteit naar hen toe bewegen, zeg maar. Ja, nou, ja, bewust onder de duim houden. Als je kijkt naar de constructies die ze allemaal zijn gemaakt, op een gegeven moment level, ziet het daar inderdaad, ja... Niet op een gegeven moment, zitten overal, maar zitten daar, noemt ze dan reptilians, die de zaken ook beheren en beheersen. Dat klopt, dat zijn ook rassen die het mee in stand houden. Maar nogmaals, ook daar, hoe dat jij er tegenover staat, en met ons verstand en met hoe dat we zijn opgevoed en met onze perceptie, en kan je zeggen van, ja, ze doen gruwelijke dingen en in onze ogen. Maar je kan het ook in hun ogen, ik weet niet of dat in hun ogen is, maar je zou kunnen zeggen, die perceptie, wat doen wij bijvoorbeeld met runderen, of wat doen wij met kippen? Of, ja, dus vanuit het oogpunt van voedsel en van systemen die wij in het leven roepen om voedsel te krijgen of te oogsten en zo verder. Als je dat vanuit het standpunt van een bewuste kip zou zien, hoe gruwelijk is dat? Dus ik praat het niet goed, ik vergelijk ons niet met kippen of allemaal. Maar het gaat gewoon over de waarneming en over de ingesteldheid van wie of wat dat ook doet. Dus zolang dat jij je niet als slachtoffer daarin gaat voelen en zoveel mogelijk vrij van angst bent,
ja, dan is er geen probleem. En we hebben die zes angsten daarnet benoemd. Ook die angst voor de dood. Dat is bottom line. Hè? Het doel van jou is te leven ongeacht. Want dood bestaat niet. Het gaat gewoon door. Maar vanuit ons geloofsovertuiging kan je wel doodgaan. En, wat gebeurt er dan? Dan komt die angst. Ja, want we weten het niet. Vandaar het belangrijk is dat je nu tijdens je leven al kan onderzoeken wat er gebeurt na de dood, over de dood heen. Dus als je systematisch die angsten kan facen, waarnemen, transformeren, bewust van zijn, hoe je het ook wilde omschrijven, ja, dan doet het er niet toe of dat er hier een systeem is van lust en van oogsten en productie, want dan gaat jouw unit minder en minder. En als jij minder en minder, ja, dan de soort, je staat voortdurend in verbinding met alle mensen of alle soortgenoten. En de informatie van jouw cel wordt niet enkel gedeeld met onze soort, maar met alle soorten en met heel jouw omgeving. Dus onbewust draag jij die informatie over en ook zij gaan anders beginnen kijken en reageren en waarnemen. En volgens mij is dat een van de zaken, we hebben het er ook over gehad, er gebeurt nu enorm veel. Corona bij uitstek zijn er pieken in bewustzijn of mensen die buiten de kader beginnen denken van wat gebeurt er? Ja, als er meer en meer mensen niet in het gareel lopen, dus minder en minder hun energie weggeven tot het in stand houden van deze realiteit, ja, dan begint deze realiteit wel te schudden. Hè? En dan ga je pieken krijgen en dalen en veel turbulentie in maatschappij, op gelijk welk vlak. Ja. En dat is een beetje wat er volgens mij aan het gebeuren is. Ik vind het wel heel sterk als je hem zo bekijkt. Want het is ook wel vaak als ik dan praat met mensen over hoe we hier nou het beste uit kunnen komen. Zijn er nog, naar mijn idee, best wel veel mensen die denken dat we het politieke systeem moeten veranderen. Of dat we de miljardairs het geld moeten inleveren. Of weet je, in ieder geval allemaal facetten buiten zichzelf zoeken wat we moeten veranderen, omdat dan de wereld verandert. Terwijl, ja, ik denk, ja, doei. Want als je de politiek omverwerpt, dan staat er volgend jaar gewoon weer een exact dezelfde politiek daar, als wij niet bewuster zijn geworden in de tussentijd. Want wat daar in die politiek zit, is gewoon eigenlijk weer een afspiegeling van hoe bewust wij zelf zijn eigenlijk. Okay. En ik, ja, wat, hoe jij dit zo omschrijft, vind ik het wel heel wezenlijk. Want dan word je eigenlijk altijd teruggebracht op je eigen verantwoordelijkheid. Ja. En dat is heel ingewikkeld aan de ene kant. Want het is, zeg maar, je moet veel van jezelf aan kunnen kijken. Van jezelf aan, ja, echt van jezelf aankijken. Van de wereld aankijken. Wil je echt verantwoordelijkheid kunnen nemen? Dat is zeker waar, maar tegelijkertijd is het ook weer prachtig. Want ook weer is het enige wat je hoeft te doen, ja, is zelfverantwoordelijkheid. Ja, het is aan de ene kant is het heel moeilijk en complex, en aan de andere kant is het heel gemakkelijk. Omdat maar het vergt, en dat is, en ik ben daar ook nog niet, maar we zijn op weg. Maar het vergt ook enorm moed, veel moed om dat te doen en om dat te facen, zoals dat je zegt. Maar als iedereen dat doet en voor zichzelf, en, ja, dan verandert het. Want als je het buiten jezelf, zolang je het buiten jezelf gaat zoeken, is het meer van hetzelfde. In een andere vorm, maar meer. Kijk naar de geschiedenis. Er zijn al zoveel staatsbestellen geweest. Er zijn al zoveel politici en zoveel structuren en dictators en geen dictators en de dictatuur van de democratie en noem maar op. En alles al. Maar en religies, en je hebt Allah, en je hebt Yahweh, en je hebt Jehovah, en je hebt iedereen. Maar het is altijd meer van hetzelfde. Mm-hmm. En het gaat erover dat je, ja, die evenwaardigheid en die evenwaardigheid, die gelijkwaardigheid, het is altijd een disbalans. Of er wordt een disbalans gecreëerd om dan terug een harmonie te creëren, om dan daarna terug een disbalans te creëren, zodat de confrontatie en de miserie en het drama verder gaat. Maar het een van de basis tegenstellingen, ongeacht wat het woke-gedoe ervan zegt, is nog altijd het mannelijk en het vrouwelijk. Ja, als we daar eens al eens beginnen met gelijkwaardigheid en evenwaardigheid niet alleen te prediken en in pamfletjes te zetten of op internet, maar of anderen erover te veroordelen, maar dat te beoefenen
vanuit oprechtheid, ja, daar begint het, hè, dan gaat al de rest mee volgens mij. Het is niet toevallig dat als je kijkt in gelijk welk politiek bestel, in gelijk welke religie, ze kunnen onderling vechten, maar er is één constante die ze allemaal gemeen hebben, dat is de onderdrukking van het vrouwelijk principe. Overal. Of dat je nu bij de islam, of het katholicisme, of het christendom, boeddhisme, jodendom, het vrouwelijk principe ligt altijd, wordt altijd onderdrukt. Economie, politiek, overal. Ja? Bedoel je daarmee de vrouwelijke energie? Of, want er is natuurlijk nu wel een stroming dat je ziet juist dat veel vrouwen op topfuncties terechtkomen. Maar met alle respect, die vrouwen zijn niet echt meer vrouwen. Het gaat over de vrouwelijke energie, over het vrouwelijk principe, wat dat inhoudt. Dat wordt over, en natuurlijk, de verpersoonlijking in deze materie is de vrouw. Dat is het eerste duidelijke... verpersoonlijke materie, realiteit, waar we dat kunnen identificeren. Maar natuurlijk, het vrouwelijke principe, energie, zit ook in het mannelijke, uiteraard. Mm-hmm. Maar dus is dat in balans brengen. Maar als je dat al naar buiten toe in evenwaardigheid brengt, ja, dan begint alles in balans te komen, uiteraard. En dat is iets dat ik niet dikwijls zie gebeuren. En ik heb mij al afgevraagd, rond heel het transgender gedoe, en LBTW, ja, dat is zo'n klein percentage. Dat is 0,1%, 0,2% die daarover bezig zijn. Maar het vrouwelijke, dat is 50%, hè, of meer. En dat wordt mee ondergesneeuwd. Dat wordt mee daarin genomen. En dat klopt niet, volgens mij. Mm-hmm. Dus, dat is persoonlijke nood van dat ik even... maar, dus... Het is dat principe, als dat terug in balans komt, ja, dat er veel, veel van die disbalans, dat die verdwijnt. Ja, maar is het ook niet zo dat we automatisch dat het automatisch meer een balans komt naarmate wij weer meer terugkomen bij ons authentieke zelf? Ja, dus we hebben dat persoonlijke zelf dat in die strijd zit, in die miserie of in die drama's. En dan hebben we dat originele zelf... dat hier is gekomen voor een bepaalde ervaring. Dus hoe zou je dat kunnen beschouwen? Ik heb ook gesproken over het totale zelf, daarnet even. Dus het totale zelf is eigenlijk, hoe zou je dat kunnen noemen? Dat is een soort energie, noem het een cluster. Een cluster van alle mogelijke aspecten en instanties. Een energiecluster. Een cluster die nog altijd verbonden is met het oorspronkelijk veld, of de bron, of hoe dat je het ook noemt. En die op avontuur gaat, op onderzoek gaat, op zoek gaat naar informatie door middel van ervaringen. Beschouw het zo. Het zijn maar woorden om iets te omschrijven dat moeilijk in woorden te omschrijven is. En die cluster... die vaardigt in alle mogelijke realiteiten, dimensies, vaardigt die stukjes van zichzelf af, energie af, om informatie op te halen, ervaring op te doen. Informatie ophalen, vertaal dat even in ervaring op te doen. Zo ook Joran Luca, die hier zit, dat is, jij bevat, jouw origineel zelf is een aspect van dat totale zelf. En jij hebt hier een bepaald doel, levensdoel, namelijk een informatie bepalen of een bepaalde ervaring te hebben. En that's it. Nu, die ervaring, die kan iemand voor jou invullen. Kan je erachter komen? Ja. Als jij in contact bent met je origineel zelf, met je totale zelf, kan je erachter komen wat eigenlijk de bedoeling is voor jou, voor dat energetisch stukje. Dus dat stukje van jouw totale zelf zit hier nu vast in deze realiteit, in deze ervaring. En je bent dat bewuste contact met dat totaal zelf verloren. Dus vandaar dat je hier vastzit. Dus dat is eigenlijk wat dat er gebeurt qua totaal zelf, origineel zelf. En natuurlijk, ik noem het persoonlijke zelf. Dat is dat stukje dat geconditioneerd wordt. Maar wat je hier komt doen, dat kan je te weten komen. Op welke manier? Als je in die flow bent. En... die flow, dat wil gewoon zeggen van... dus als je verbonden bent met
noem het aan het hart of het hartgebied, dat is verbonden. Daar praat jouw origineel zelf en jouw totale zelf. Als je daarmee verbonden bent, dan kan je voelen van welke richting gaat het uit, wat is de bedoeling. En een van de het kompas dat jou daarbij helpt, zijn jouw emoties. Als jij in depressie zit, ja, dan ben je niet echt in de flow. Maar als jij die ladder opgaat en je kan, het hoeft geen depressie te zijn, maar je bent ongelukkig of je bent gelukkig of je bent jaloers of je bent ambitieus of je bent helemaal gelukkig, dan ben je afgestemd, dan ben je volledig in de flow, is jouw energie aan het stromen waar dat de bedoeling is dat het stroomt. En voor jou kan dat zijn, zoals hier bijvoorbeeld podcast opnemen, maar voor iemand anders kan dat zijn van een goede moeder zijn, een moeder zijn, en dat is wat ik echt wil, dan ben ik eenmaal in de flow. Voor iemand anders kan dat zijn schoonmaken, autoracen, gelijk wat. En een van de indicaties dat we zien, of dat je kan voelen, is van, voel eens wat je wou zijn, of doen, of worden als je kind was. Als je een jongetje vraagt, bijvoorbeeld van 5 jaar, wat wil je later worden, wat ga je doen? Oh, voetballer, en astronaut, en piloot, en brandweerman. Brandweerman is ook altijd populair. Maar als niemand die zegt van, advocaat, en boekhouder, en dat komt niet van hier. Dus als je dit is een enorme, dus die emoties, die oorspronkelijke energie die je kan aanraken via originele zelf, dat bepaalt of dat je je levensdoel aan het leven bent of niet, op elk moment. En hoe zie jij dan, want dit is wel iets waar ik laatst ook over nadenk, want ik, tot een bepaalde hoogte denk ik dat je helemaal gelijk hebt, maar wat ik ook wel uit eigen ervaring heb ervaren, is dat jij denkt iets te doen omdat je hart erin ligt of omdat je er met passie in zit. Maar dat je er eigenlijk achter komt dat het vooral bepaalde gaten in jezelf opvult die, bijvoorbeeld je doet omdat je graag gezien wil worden. Dus dat je daardoor iets gaat doen waardoor je naar buiten treedt en omdat je dan, krijg je heel veel positieve aandacht en dan voel jij je weer goed over jezelf omdat je een afscheid hebt gecreëerd. Dus je kan dat verwarren vaak, denk ik, met een zielmissie of een hoe je het ook wil noemen, of wat je net omschrijft, kan je vaak verwarren, terwijl het dan misschien eigenlijk juist iets is, eerder een soort opvulling van een bepaald iets wat je niet hebt gekregen in je jeugd, of ergens toch weer een traumadichting of zo. Maar dat is wat je begon te zien, ja, soms denk je, van zodra je begint te denken, dat zit in de constructie. Nu, dus het gaat over het voelen. Dus van zodra je in het denken schiet, kan het kloppen, kan het niet kloppen, maar het voelen is onmiskenbaar. Het is alleen dat we ons bewust zijn, dat we soms niet weten van hoe moeten we kunnen voelen, hoe gaan we terug naar hier. Dat is iets anders. Maar je kan soms verwarren en denken dat je je goed voelt, verwarren met je daadwerkelijk echt goed voelen. Ja, ja. En dat is iets dat jij diep van binnen weet. Of wat je dus, dat we ook met de tools van Hemi Sink en zo, dat je daar bewust naartoe kan en dat je die connectie terug kan bewust beleven. Ik wil nog iets zeggen. Ik ben het even kwijt. Ja. Kom je zo meteen vanzelf ook weer op, denk ik. En anders is het ook helemaal oké. Hey, en als je, want we hebben het net spraken ook al even over dingen buiten jezelf liggen en zo. Want wat mij laat tegenwoordig ook wel opvalt, is dat je hebt natuurlijk de New Age stroming. En ik hoef niet altijd in die stromingen te gaan praten, maar het doet even voor nu voor het verhaal wel makkelijker. Je hebt veel mensen die, denk ik ook wel door corona, bewust zijn geworden heel snel. Maar bewust zijn van waar het misgaat en zo. Maar eigenlijk nog niet echt bij zichzelf zijn aangekomen. En dus ook het moreel kompas vooral buiten zichzelf zoeken in plaats van binnen zichzelf. En ik denk dat daar vaak dan, vaak is dan bijvoorbeeld zo'n New Age stroming is daar een voorbeeld van. Omdat je dan allemaal dingen aangereikt krijgt van buitenaf wat je dan kunt doen om een goed leven te leiden. En je mediteren, yoga, whatever. Dat is één. Maar je hebt een stroming ook die misschien wel vanuit die New Age is voorgekomen, vind ik laatst tijd opvallend. Dat je toch een stroming hebt die zich dan best wel dogmatisch richting God weer verplaatst.
En dan weer, het is God. En het hele New Age is dan demonisch. En je moet maar één ding doen. En dat is God vinden. En hij vertelt wat je moet doen. En je moet absoluut niet zeggen dat God in jou zit. Want dat is ook demonisch. Nee. Het zit er allemaal buiten. En toch een stroming of zo daarin ontstaan. De laatste tijd begin ik te voelen. Wat, hoe kijk jij daarnaar? Ja, dan mag je uiteraard. Iedereen mag doen wat hij of zij wil. Maar het blijft hetzelfde. Zodra je het buiten jezelf gaat zoeken, ja, dan geef je kracht weg. Dus het ligt niet, buiten jezelf. Heel eenvoudig. Dus elke constructie, als je spreekt over New Age, eigenlijk elk begrip dat we geven aan bewoording, dat we geven aan een bepaald begrip of aan een bepaald toestand of een bepaalde stroming, is het al buiten jezelf definiëren. Dus zover kan je eigenlijk gaan. Dus spiritueel op zich, ja, dat is eigenlijk even grote nonsens als politiek of economie. Het is ook maar een containerbegrip om alle mogelijke stromingen in te pakken en om je te distancieren van degene die dan enkel in de mind zitten of die daar niet mee bezig zijn. Dat klopt ook niet. Dus spiritueel, dat is eigenlijk... Ook dat is ook gekaapt door allemaal mensen die claimen dat ze het weten. En het is een beetje... Eigenlijk, hè, iedereen heeft toegang tot de bron. Allee, om het eens parabelgewijs te vertellen, iedereen heeft toegang tot de bron. Mm. Nu, wat leren wij? Wij leren twee dingen. Ten eerste, je moet dat pakken. Nu, de bron stroomt, als je probeert te pakken, dan heb ik een paar druppeltjes en dat lukt niet. Dus je moet doen, nee, dat lukt al niet. Nu, aan die bron staan er ook een hele reeks verkopers. En die beweren dat ze van de bron iets hebben, een schaaltje, een flaconnetje, en die zeggen van kijk, maar die hebben daar hun eigen toevoegingen aan gemaakt. Die zeggen van, dit is het, dit is de bron. Als je dat, dan ben je terug waar je moet zijn. En je drinkt ervan en die kan zeggen, oh, wauw, ja, wow, dat is... Dat klopt wel, maar totdat je dat ook voelt van, ja, maar die smaak en wat hij erbij vertelt, en dat klopt toch niet, en dan ga je naar de volgende koopman. Ah ja, hier dit is het. Ah ja, nu weet je, dit is het. Dus zo ga je altijd, zolang dat je met tussenpersonen die daar hun eigen bedoeling en hun eigen intenties in meegeven, ja, ga je er nooit geraken. En of dat die personen die kooplui zijn, of dat zijn priesters, of dat zijn vertegenwoordigers van God en noem maar op, dat klopt niet. Dus jij kan zelf connecteren met de bron. Niet door dat te doen, maar door dat te doen. Mm. Dan kan er alles stromen en dan kan alles beginnen stromen. Dus in een staat, eigenlijk in een kinderlijke staat van enthousiasme, van ontvankelijk zijn. Ja, in een onbevooroordeelde staat zijn. Vrij van die gedachteconstructies, vrij van die dogma's, vrij van die trauma's. Dan ben je er automatisch mee in. En de bron gaat nooit zeggen van dat het goed is of slecht, of die gaat jou nooit veroordelen. Van zodra dat er een instantie, een structuur, een entiteit jou begint te veroordelen om iets dat je wel of niet doet, klopt het niet. Hier raak je voor mij betreft echt de essentie wel, ja. Want op het moment, die voel ik ook zeker bij dan die nieuwe godsstroming en dergelijke, is het veroordeel op mensen die het niet zo doen zoals jij vindt dat het moet, of dat jij vindt dat God zegt dat het moet, of nou, maakt mij niet uit hoe. Maar vanaf het moment dat, die voel ik ook, want dan, dat is ook een gevoelskwestie, hè? Want dan gaan bij mij ook ergens mijn alarmbellen gaan aan. Want ik voel, dit is niet oké. Het is niet oké om zo veroordeeld te worden op het moment dat je dus niet precies zo leeft zoals zij leven. En je moet, je brengt mensen ook super erg in verwarringen mee. Maar ja, vanaf het moment dat het inderdaad zo dat je veroordeeld wordt voor niet doen zoals zij het doen, dan denk ik van ja, maar dit is niet meer zuiver. Dat klopt niet. Nee. Nee. Als er een oordeel bij is, klopt het niet. Een oordeel gaat altijd, komt altijd uit een geloofsovertuiging over bepaalde aannames en zo verder, die zaken als goed en slecht betitelen. En vandaar wordt er een oordeel over geveld. Maar wat nu goed is, was 300 jaar geleden niet goed. En wat nu slecht is, was 500 jaar of is binnen 200 jaar niet slecht. Mm. Dus dat is iets heel afhankelijk van tijd en van de gedragsregels en van wie dat wat zegt op welk moment. Ja. Dus dat is, en daarover oordelen vanuit een
gezag dat... Mm. Trouwens, ja. Wie zegt dat dat zo is? En waarom weten zij het? En, nee. Dus, ja. En dus, voor mezelf heb ik eigenlijk één... ik probeer één criterium te hanteren voor mezelf. Het is gewoon van... Als er iets wordt gezegd of iets wordt beweerd of je iets moet doen of niet moet doen of gelijk wat, trekt het energie uit jou of niet? Of geeft het energie of niet? Of is het in balans? Mm-hmm. Het is altijd hetzelfde. In de anders wordt dat Aini genoemd, dus die wederkerigheid dat het in balans is. Dat is eigenlijk het fundamenteel, want dan wordt er niet geroofd, dan wordt er niet tekort gedaan, dan stroomt het gewoon. En dat klopt. Ja. Ja, ik voel ook wel, zeg maar, volgens mij is uiteindelijk het hele ding is terugkomen bij je authentieke zelf, zeg maar. Zo authentiek mogelijk zijn, want dan wordt jouw leven beter, wordt de wereld beter en winnen we eigenlijk allemaal erdoor. Zo zie ik het dan eventjes. Ja, ja, ja. En wat ik dan ook wel zie, is weet je wel, van alles wat dat dan daarvan afleidt, is afleiding aan de ene kant. Aan de andere kant heb ik ook weer zoiets... teachers van allemaal verschillende vlakken, of het nou spiritualiteit is of iets anders. Het kan ook allemaal, zeg maar, bijdragen aan het proces van het authentieke worden. Mm-hmm. Zonder dat een van die dingen goed of slecht is, bijvoorbeeld, of zo. Tuurlijk. En ligt maar net op welke laag van bewustzijn je op dat moment zit, dat je net een eindje verder geholpen kan worden, zeg maar. Tuurlijk, ja. Maar er zijn... we hebben het gezegd, we komen hier terecht, we worden opgevoed, we krijgen allerhande regels mee vanuit de beste bedoelingen en je zit in een bepaald kader, letterlijk. En dan komen er zaken binnen dat je zegt van, oh, maar kan dat wel? En een bepaalde boek kunnen een opstap zijn, bepaalde lezingen kunnen opzetten, een podcast kunnen opzet zijn, bepaalde mensen die je ontmoet kunnen iets aanbrengen. Dat wil niet zeggen dat zij of hij of gelijk wie de wijsheid in pacht heeft, mm-hmm. maar dat kan wel voor jou een stap zijn om dan te zeggen, ah, oh, ja, zo had ik niet bekeken. En dan op, en daar komt weer een stap, en daar weer een stap. Ik was 20 jaar geleden dol enthousiast over een boek dat ik dacht van, wauw. En ik wil dat terug herlezen, want dat is geweldig. En ik begin die eerste bladzijde, en ik dacht van, wat? Wat is dit? Nu zou dat totaal niet. En, maar niets doet af aan dat boek, niets doet af. Het was een stap in. Dus veroordeel absoluut niet de stappen die er zijn of de dingen die worden aangeraakt, maar voel van, ah, is dat voor mij, wil ik daarin meegaan of niet? En dat is als spelend, met die energie van, oh ja, dat is interessant, oh nee, nu niet. Een kind is ook zo, hè. Een kind is volledig bezig met een bepaald spel en dan verliest alle interesse en is het volledig in iets anders. Ja, en als een kind dat doet, tot op zekere leeftijd mogen ze dat nog, maar op een gegeven moment is het van, ja, maar je moet wel afmaken wat je bent begonnen. Hè. Mm. Nee, dat hoeft niet. Nee. Oh nee, want dan stroomt het niet. Dan ben je aan het forceren. Ja. Dat stroomt niet. Dus nee, zeker. Er zijn verschillende stappen. En als jij nu je tot God geroepen voelt, het voorbeeld, doen, hè. Maar met die wetenschap, blijf steeds bij jezelf. En kijk wat daar gebeurt. En tot op zekere hoogte. En mensen kunnen het er ook goed bedoelen. Maar dat je dan zegt van, ah, tot hier en niet verder. En nu is het dat. Dat waar dat er iets is dat ik kan uithalen. Natuurlijk, best dat er een soort evolutie in is, want anders ga je... Alles wat je meemaakt, en nu doen we hemisync, ik zeg maar, nu doen we hemisync, oh, dat was leuk. En nu gaan we drums, oh, dat was leuk. En nu doen we bluesome dingen, en nu doen we dat. En dan ga je een Disney-ervaring in de breedte krijgen, zonder dat je echt verder gaat. Nou, ik zag laatst een hele mooie quote van Tibor, die zei hem, ik ga hem nu waarschijnlijk verkeerd quoten, maar hij zegt... De waarheid, de echte waarheid zullen we nooit weten. Maar het is de zoektocht naar die waarheid wat je ervan weerhoudt om voorgelogen te worden. Zoiets. Ik zeg hem nou niet helemaal mooi, maar hij was prachtig. Hij kwam keihard binnen. En ergens vind ik dat ook soort van de essentie of zo. Weet je. Je kan, als je stopt bij iets van zegt, dit is 100% de waarheid en je gaat er nooit meer aan twijfelen. Ja, dan... Ja, dan zit je daar vast, zeg maar. En dan is dat het punt waar je op uit gaat komen. Terwijl als je de instelling kunt blijven houden van... Oké, ja, dit voelt voor mij nu kloppend. Er zal ergens een absolute waarheid zijn. Wat die is,
Ja, weet ik niet, maar het is mijn zoektocht daarnaartoe wat mij onderscheidt tussen leugens en waarheid laat zien in de wereld. Ja, en dat vind ik ergens een hele mooie gedachte, dat het op die manier gaat. En ik gun daarin ook iedereen helemaal zijn eigen proces en zijn eigen wat hij op dat moment wil voelen of geloven. Alleen het stoppen mij dus op het moment dat andere mensen veroordeeld worden voor het feit dat ze dat niet doen. Op zich, als een bepaalde groepering anderen willen veroordelen, dan mogen ze. Maar zolang dat niet de vrijheid van de ander beperkt, daar ligt ergens de grens. Dat is echt van, zodra dat mijn opvattingen de vrijheid van anderen niet beginnen te beperken, dan klopt het niet meer, want dan is die balans er niet meer. Dus maar inderdaad, iedereen mag zijn zoektocht doen. Iedereen, zolang dat je de ander niet beperkt of jouw regels oplegt aan de ander, omdat dat de ultieme waarheid is. Maar zoals je zegt, als je zegt, dit is de waarheid, ja, dan zet je de energie vast. Het is niet de bedoeling dat energie vastzit. Energie stroomt, loopt, float. Ja. Maar dan is het ook mooi, hè? Want dan kan je ook gewoon de wereld en hetgeen wat die aan het doen zijn als een soort spel gaan beschouwen. Ja, en daarom, we zeggen dat dikwijls ook in programma's, we zeggen van, ja, het is, ga erin met het enthousiasme van een kind, met de mindset van een kind. Een kind speelt. Speel met de omstandigheden. Speel ermee, dan hou je de energie ook licht. Dat klopt. Dus speel. Niet een spel om te winnen, wat er ook van wordt, maar een spel om te spelen. Dat energie kan flowen, dat de creativiteit kan flowen, dat je jezelf kan uit wie je echt bent in het spel. Ja. Ja, wat ik nog eventjes toch wel nog even terug naartoe wilde gaan, was zeg maar die angst voor de dood waarvoor wij... Want dat is ook een hele wezenlijke. Ik denk dat bijna iedereen die hobbelt zijn hele leven erachteraan om daar bang voor te zijn, zeg maar. Wat zou jij tegen mensen zeggen die bang zijn voor de dood om ze te laten zien dat het anders zit? Ja, bang zijn of angst komt dikwijls voort uit onwetendheid. En alle mogelijke tradities, al de hele mensheid lang, hebben allemaal verhalen van wat er na de dood gebeurt en hoe. Ook de religies hebben hun versie, dikwijls om angst te genereren, om nu volgens hun regels te leven. Maar om een angst te overwinnen is het belangrijk dat je het begint te bestuderen, te leren en ja, nog beter te ervaren. En de angst stopt wanneer dat je ze kan vervangen, dat je weet wat er gebeurt door je eigen ervaring. En welke traditie of wat dat je ook aanhangt of welke richting je ook wilt, ik zou mensen aanraden om over de dood heen te gaan en te kijken waar je terechtkomt. Dat is heel eenvoudig. Het klinkt eenvoudig. Dat zijn vermogens die iedereen heeft, die je nogmaals in veel tradities ook terug tegenkomt, die ook allemaal mogen technieken hebben, die heel wegwijzers hebben over het leven na de dood. Denk aan de bardo's in de Tibetaanse overlevering. Denk zelfs christendom, denk dan aan moslims. Die hebben allemaal overlevering wat er na de dood gebeurt. Je hoeft daar niet op verder te gaan. Ga zelf eens kijken. Dat is nog altijd, dat vind ik een van de sterkste punten die we ooit... Die Bob Moreau ook heeft ontwikkeld, is met die hemisync, dat je naar verschillende bewustzijnstaten kan gaan, maar ook over de dood heen. Dus dat je kan zien van waar kom je terecht, waar breng je jouw geloofssysteem met jou, in welke omgeving, waar is de bedoeling dat je eigenlijk naartoe gaat, en zo meer. Nogmaals, ook dat is wat ik nu zeg, van, ook dat is een voorstelling van. Hè. Dus ik zeg niet dat het absoluut zo is, maar het is navast en er zijn er al heel veel geweest daar. Dus het stopt niet. Dus het overlijden, na het overlijden, jouw bewustzijn gaat gewoon verder. Heel eenvoudig. Dat is eigenlijk het ultieme waardoor je al gelijk van die angst voor de dood kan afstappen. Ah ja, want en zeker als je met mensen praat die een bijna doodervaring hebben gehad, die staan heel anders in het leven. Ik heb er verschillende ontmoet, die hebben geen angst voor de dood, die weten wat er komt en die
willen juist een volle leven en genieten van dit leven. Want dit is een mooi, hè. Want we hebben nu al heel de avond gezien, oh, dit en een trauma en angst en pijn. Maar het is we leven op een enorm mooie aarde, een enorm mooie planeet. Kijk welke overvloed dat er heerst. Kijk wat er allemaal mogelijk is. Dat is geweldig. En mogen ook eens bij stilstaan af en toe. Dus maar die mensen, zeker als je die bijna doodervaring hebt gehad, die weten het. Die weten dat. Voor zichzelf weten zij dat. En zij staan anders in het leven. Hoe zie jij eigenlijk, bedenken we nu net, want ook één zo'n grote angst, die gaat dan wel gepaard met schaarste, denk ik, maar dat is geld. Mm-hmm. Omdat, dat zou ook zogenaamd schaars zijn. Hoe zie jij, want dat is ook natuurlijk misschien wel het grootste middel, economisch, hoe wij onder de duim gehouden worden. Want dat is allemaal, je moet 9-5 banen, je moet allemaal wel zorgen dat je genoeg geld hebt om je dit en dit en dit te kunnen betalen. Ja, dat is onderdeel van de constructie. Dat is uitwisselen van energie. Geld op zich is een schuldbekentenis van de overheid, ook aan de centrale bank. Dus als je veel geld wilt, dan wil je zoveel mogelijk schuldbekentenissen of schuldbewijzen verzamelen ten opzichte van een andere instantie. Dat is het, ik zie dat als een tool van dit bestaan. Ik heb daar eigenlijk op zich, ik heb daar geen oordeel over. Het is er en het is een middel. Ik bekijk het meer als een middel. Ja. Maar van zodra je het als een instrument van schaarste bekijkt, ja, dan klopt het niet. Nee. Dus maar kijk, door in onze maatschappij, zeker van wat mensen allemaal hebben, en toch leven wij in schaarste, toch zitten wij aan dat tekort van geld, als je het vergelijkt met andere regio's of andere culturen. Ja, ik ben, om even over de anders te praten, dat had je mensen die arm waren, maar die zich niet als arm beschouwden. Dus qua financieel gezien. Dus het is ook de mindset, hoe dat je er tegenover staat en wat zogezegd hoort en wat niet hoort en hoe dat jouw geloofssysteem zegt van ja, dat moet je zeker hebben om gelukkig te zijn of anders kan je niet mee. Nee. Mm. Dus ook dat, het is voortdurend. Veel met die geloofssystemen hangt het ja, samen. Ja, voortdurend. En als je dan over dingen als karma praat of zo, dat komt natuurlijk ook wel uit die, zeker uit spirituele kringen en zo voort. Hoe zie jij dat? Karma, dus als je overgaat of het gaat niet. Het enige dat jou ergens vasthoudt, is de zwaarste van jou, zijn jouw geloofsgrenzen die je dit leven hebt eigen gemaakt. Dus je hebt verschillende lagen waar je terecht kan komen na het overgaan in de methodologie, in de cosmologie van wat Bob Moreau heeft meegemaakt en waar je dus naartoe kan. En dat is, die verschillende lagen die hangen eigenlijk af van de zwaarte van de energie die je meeneemt van zodra dat je overgaat. En die zwaarte kan zijn, dat kan traumatisch zijn, dat je niet weet, via een ongeval of als je niet weet dat je overgaat. Dat kan evengoed zijn de zwaarte van geloofssystemen, van religies, maar van gelijk wat. Of dat kunnen nog ander, of spirituele dogma's dat je hebt en waar dat je denkt van, oké, alles waar dat regels aan verbonden zijn, ja, dat heeft een bepaalde zware energie. En die zorgt ervoor dat je verder of niet verder gaat. Mm. Dus ik spreek liever over lichte energie en zware energie. En dus hoe lichter jouw energie, hoe verder dat je gaat, hoe meer dat je ook uit het systeem kan gaan, hoe zwaarder jouw energie, hoe vaster dat je zit. Dus als je over karma praat, karma is eigenlijk zware energie. Het is een rugzakje met zware energie, gebaseerd op de ervaringen die je hebt in een bepaald leven en die je meebrengt als je overgaat. En dat houdt jou ergens vast, omdat je niet door kan gaan. Daar zit geen oordeel op. Het enige dat jou tegenhoudt, zijn die geloofssystemen. Het is de zwaarte van jouw geloofsovertuiging op dat moment. Hmm. En is dan de vervolgvraag zou zijn, of in ieder geval, stel je dan dat je dan terugkomt om het opnieuw te moeten gaan doen? Maar dat hoeft niet. Nee. Dat is typisch een spiritueel dogma. Precies. Ja, dus je, ten eerste, je hoeft niet terug te komen.
je beslist dat zelf. Maar als je zo geïndoctrineerd bent door het systeem zoals het hier is, en je bent niet bewust als je overgaat, ja, dan kom je automatisch, het is een soort geautomatiseerd proces, kom je wel terug. Omdat je zelf gelooft dat je automatisch terugkomt. Ja, omdat je niet bewust bent dat je overgaat. Dus je komt terug in het systeem en je komt hier terug. Terwijl vanuit het oogpunt van een productieomgeving, ja, wat wil je? Ah, er is een eenheid dat gerecycleerd moet worden. Ja, we willen dat dat terug in het systeem komt. We willen niet dat verdwijnt. Dus op die manier, zodat het productieproces kan blijven draaien. Dus dat is eigenlijk... Dat er gevoed kan blijven worden van onze energie, dat het lus kan worden geblijven geoogst, zeg maar. Ja, en je kan dus via de bewustzijnstaten, trouwens de bewustzijnstaten die Moreau ook in kaart heeft gebracht, worden focuslevels genoemd, maar je kan dus in een focuslevel naar een focuslevel gaan, waarbij dat je kan bezoeken waar dat zo een planningscentrum is, voor degenen die terugkomen, een helingscentrum is. En dat kan je allemaal, eens gaan verkennen. Dat je weet van, ah, daar hoef ik niet naartoe, bijvoorbeeld. Of daar wil ik wel naartoe. Dus eigenlijk dat van jou. Dus eigenlijk stel je dat je daarin dus altijd een keuze hebt. Je ziel, of hoe je het ook wil noemen. Dat je dus altijd een keuze hebt. Je moet je alleen bewust zijn van wat die keuzes zijn. En dan kun je daarin een keuze maken. Als je onbewust bent, dan ga je waarschijnlijk weer terug. Maar onderschat het niet, want vandaar, ik heb er juist ook gezegd, die symbolen en wat je allemaal hier meekrijgt, dus verstandelijk, dat de energetisch bewaar je dat. Dus stel dat je overgaat en je bent niet echt bewust dat je overgaat, of half bewust dat je overgaat. En stel, ik zeg nu maar, dat je altijd gek was van BMW. Auto, BMW. Je gaat over en je ziet het logo van BMW. Wat ga je doen? Oh, ik ben altijd fan geweest van BMW. Oh, goed. Dat is nu een stom voorbeeld misschien, maar dus het is weer iets dat een geloofssysteem dat buiten jou zit, waar je door wordt aangetrokken, en dat er zal voor zorgen dat je daar terechtkomt en terug in het systeem gaat terechtkomen. Dus van zodra dat je, als je overgaat en het buiten jou ziet, ik zie het licht daar, ik zie BMW-logo, ik zie, weet ik het, mijn overleden grootmoeder, of gelijk wat. Als het allemaal buiten jou is, dan moet eigenlijk een reactie zijn van, oké, interessant, wow, wacht even. En er bewust van worden en dan eerst naar binnen gaan. En dan... Kijk wat er gebeurt. Dat is eigenlijk, het is altijd hetzelfde. Het is dat niet mee in het drama gaan. Hoe mooi dat drama ook is. Even zeggen, interessant, loskoppelen, interessant. Maar eerst naar binnen, klopt het of klopt het niet? Dat. En is er dan uiteindelijk, of leg je het dan ook bij jezelf, maar is dan uiteindelijk een bepaald doel dat je niet meer terugkomt? Is dat het hoogst haalbare? Het hoogst haalbare, jouw totale zelf wilt informatie, wilt een bepaalde ervaring hebben. En dat stuurt stukjes af naar mogelijke realiteiten, ook hier. En dan zijn er verschillende mogelijkheden. Ofwel, dat stukje heeft die ervaring, en als die ervaring heeft... Ja, dan zal het enkel terugkomen, of het komt daar vast te zitten. Kan ook. Dat je in die loop zit van BMW of het licht of weet ik wat, en je komt altijd terug, je komt altijd daar terug terecht. Heb je dan dat doel bereikt of niet? Op een gegeven moment, het goede nieuws is, iedereen wordt gered. En alle stukjes van het totaal zelf, die worden terug losgemaakt en dat gaat verder. Ja? Maar voor jou als individueel stukje kan het zijn van zodra dat jij die drang voelt van het klopt niet of deze omgeving, er moet meer zijn. Je hebt die neiging om dan te deconditioneren zoals je hebt verteld en zo. Dan is het... volgens mijn ervaring, de enige mogelijkheid, een bewuste connectie terug met dat originele zelf, met dat totale zelf.
Omdat je dan weet dat je niet meer terug moet, maar dat het dat langs de andere kant is. Dus het contact met jouw totale zelf is hier. Dus als je overgaat, ga je niet naar daar, maar ga je naar binnen. En vanuit binnen ga je eruit. Mm. Mooi. Dat is het eigenlijk. Goeie voorstelling. Ja. Denk je dat we... Zie jij, zeg maar, in jouw zienswijze en ook in het werk wat je doet, zie jij daar een groei in mensen die hier bewuster van worden, die hiernaar op zoek zijn? Ja. Ik heb de... misschien ook interessant om te zeggen. Ik heb altijd live programma's gedaan tot voor heel het coronagedoe. Ook de tweedaagse, de weekends en de eendaagse remote viewing. En was dat een percentage van mensen die on-target waren en die van alles meemaakten? Een percentage niet. En dan heb ik dat beginnen online te doen. En ik dacht van ja, online en een eendaagse, dat zie ik nog wel zitten, maar twee dagen, komt dat wel over? Klopt dat wel? En zeker in het begin van de lockdowns en zo, heb ik veel online dingen gedaan. En ik heb bij remote viewing meegemaakt dat 15 en 16 mensen on target zaten. Dus die allemaal het juiste target hadden. Wat statistisch dus praktisch niet kan. Ik heb het niet één keer gehad, maar verschillende keren. Ook mensen die op een tweedaagse uit de oefening komen, dus online, zij zijn thuis, en uit één oefening dat er 2, 3 een bewuste buitenlichamelijke ervaring hadden. Dat ook statistisch praktisch niet kan. Of dat ik nog niet had meegemaakt. Dus mijn indruk was dat er... is dat er zeker een window van opportunity is. Zeker wanneer corona is gestart, en trouwens nog altijd, waarbij dat die uitnodiging om je bewustzijn te verruimen, te verhogen, dat die veel sterker was en waar dat die veel gemakkelijker gefaciliteerd kon worden. Ik zeg dat nu gewoon op basis van ervaring. Mm. Heb je dat ook eens gaan opzoeken en verschillende tradities, waaronder de Maya's, die vertellen daar ook over. Dus dat er een window of opportunity effectief is, gedurende 4, 5 jaar, waar die vermogens worden verhoogd. En het is mijn indruk meer, want veel mensen zeggen van nieuwe tijdskinderen en ze worden meer in bewustzijn geboren. Het is eerder mijn indruk dat de greep op de realiteit, die er voordien veel strakker was, dat die losser is geworden, zodat die oorspronkelijke vermogens die iedereen heeft, dat die naar boven kunnen komen. En dat is een beetje mijn... En het viel mij dan ook op dat, begin van dat corona, dat... Of heel het corona heeft de aandacht wereldwijd afgeleid naar een punt, dramatisch punt buiten jou. Ze hebben dan de derde angst gebruikt, angst voor een slechte gezondheid. Hebben ze gebruikt om heel jouw bewustzijn naar buiten te trekken, door de omstandigheden, zodat je niet naar jezelf ging gaan. En dus die bewustzijnstaat of dat bewustzijnpotentieel ten volle kon aanboren. Dat is een beetje mijn indruk, dat er aan de hand is. Nou, het sluit ook wel mooi aan bij wat wij voordat de camera's aan waren kort hadden besproken. Dus dat jij ook zei van, er zijn bij mij mensen gekomen in het programma jonge gasten die gewoon wat ik in 30 jaar heb gedaan, in 2 jaar hebben gedaan. Ja. Nou, ben ik er ook eens van. En dat zie je dus heel veel mensen zeggen om me heen ook van, ik zit hier al zo lang in en nu opeens is corona, zoveel mensen die zo snel, hoe kan het dat jullie zo snel in zo'n korte tijd door zoveel stappen heen zijn gegaan? Ja. Dat ligt misschien ook wel een beetje in het verlengde van wat jij net zei of zo, dat zo'n golf van bewustzijn met zich mee heeft gebracht. Ja, ik heb het al nog gezegd, maar het zijn enorme boeiende tijden om in te leven en om met bewustzijn bezig te zijn, want dit zijn enorme goede tijden. Voor het hele gebeuren hoor je veel mensen van, ik wil dat veranderen, en dit kan niet meer, zeker ook in spirituele mythes. Ja, nu is het veranderd. Dan wil je toch niet meer naar het oude. Je wilt toch niet opnieuw van hoe dat ervoor was. Begin nu te creëren of creëer nu wat je nu wilt. Mm. Het is er. Het canvas is er. Ze proberen het nog altijd in te vullen met alle mogelijke dramas. Maar begin jouw eigen tekening te maken, jouw eigen levenswerk. Het ligt er voor het rapen nu.
En ja, dat is. En inderdaad, veel mensen die dat een enorme versnelde reactie is geweest. En we zien het ook, wat mij opvalt, waar dat het gemiddeld publiek vroeger de leeftijd een beetje hoger lag, om het eufemistisch uit te drukken, zien we effectief dat de leeftijdsgrens voor de mensen die de programma's volgen, dat die verlaagt. Dus dat we ook twintigers hebben, dertigers. Waar dat je toch vroeger dat je zei van ja, het is meer eind 50, 60, dat de doorsnee deelnemers was. Ja. En wat bij je programma's probeer je mensen eigenlijk toch naar dat verschillende levels van bewustzijn te krijgen, toch? Als ik het een beetje nog samenvat. Dus de motivatie voor hetgeen wat ik doe is. Ik ben ervan overtuigd dat hoe meer mensen de realiteit vanuit verschillende bewustzijnstaten waarnemen, dat die waarneming breder wordt, dat je dus anders gaat waarnemen. En dat je dus, als jij anders gaat waarnemen, gaat de realiteit zich ook anders voordoet en verandert ze. En op dat moment gaat dat niet alleen voor jou zijn, want anderen die gaan reageren op jouw soort van waarneming. Dus ook voor hen, bewust of onbewust, verandert dat. En dat is eigenlijk de motivatie waarom dat we dat doen. Dat meer en meer mensen met een zeer laagdrempelige tool, waar dat je niet afhankelijk van wordt, dat je dat zelf kan toepassen en ervaren. Want hemisync, dat is ook misschien belangrijk om te zeggen, in tegenstelling tot substanties en andere zaken, dat wordt gebruikt als trainingwieltjes. Dus je hoort dat en je komt in bepaalde staten. Maar je krijgt ook de tools mee om er zelf naartoe te gaan wanneer dat je wil zonder hemisync. Dus je kunt hier even goed zitten en bij wijze van spreken zeggen van oké, en ik maak nu contact met dodenrijk, om het dramatisch te zeggen. En ja, dat je communicatie kan hebben. Dus dat is mogelijk. En dat vind ik er sterk aan. Dus dat is eigenlijk de motivatie om dat te doen. En die bewustzijnstaten, we doen dat in die programma's. De basis is eigenlijk de Gateway Voyage. Maar wat we doen is, op een gestructureerde manier gaan we naar die verschillende bewustzijnstaten, zodat je die ervaart en dat je de tools krijgt om daarin te bewegen en dat je zelf de ervaringen kan krijgen die het voor jou realiteit maken. En om het even te illustreren, misschien de eerste bewustzijnstaat, focus level 10 noemen we dat, dat je lichaam in slaap is en jouw geest alert. Dat is ook de basis van veel meditaties. Het tweede is focus 12, waar we in een verruimd bewustzijn gaan, verhoogde intuïtie, waar je dus communicatie kan hebben met wat traditioneel wordt genoemd gidsen. Eigenlijk zijn dat delen van jouw totale zelf waar je in communicatie mee gaat. Focus level 15 is een focus level buiten de tijd. Dan kan je andere levens gaan bekijken, Akasha-chronieken, maar ook een level van enorme healing, de manifestatie. En 21 is dat je andere dimensies, andere intelligenties ook, maar waar dat je juist gaat zitten voordat mensen overgaan. Dus in 21 kan je ook in contact komen met totaal zelf van andere mensen, maar ook van met mensen die zijn overgegaan al. Dus dat zijn zo, maar allemaal op een gestructureerde manier, in eigenlijk een zeer versneld tempo, want dat gebeurt op één week. Maar waar je enorm veel tools krijgt om zelf te beginnen reizen. Op een bewuste manier. Vanuit de eigen autoriteit. En dat vind ik. Om nog één ding daarover te zeggen. Het sterke daaraan vind ik, zeker aan wat Bob Monroe heeft gedaan, is dat hij nooit iets heeft geïnterpreteerd. Hij laat het altijd over. De tools worden gegeven, maar het is jij... Je moet het werk zelf doen. Ja, en er is geen enkel dogma. Ja. Ze vragen één zaak in overweging te nemen, is dat je meer bent dan je fysieke lichaam. Dat is alles. Mm. Maar voor de rest, geen dogma's. Mooi man. Mooi werk. Ja, dat is heel leuk om te doen. Nice. Ben je positief over de toekomst eigenlijk? Ja, altijd. Ja, tuurlijk. Want de toekomst ligt bij jezelf en jouw perceptie van wat er gebeurt. Dus er kan niks gebeuren. Dus ja, het is dat je niet... Dat je ook de mooie zijde van het spel blijft bekijken en dat tot jouw werkelijkheid maakt mee. Niet door naïef te zijn en niet door het ander niet te bekijken. Hè? Want door het duister te negeren, verdwijnt het niet. Hè? Maar geef het de aandacht die het waard is. En door jouw waarneming kan je het ook transformeren. Dus dat. Eigen verantwoordelijkheid, hè? Ja,
ja. Komt altijd weer op terug. Altijd hetzelfde. Nogmaals, veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. 100%. Rolf, dankjewel man. Ik vond het erg waardevol, mooi werk maak je. En ja, ik hoop dat je het leuk hebt gevonden ook. Ja, zeker, zeker. Moet ik nog iets over programma's zeggen of niet? Of mag, mag zeker. Ja, ja, gewoon praktisch voor mensen die dat zouden ook willen doen. Dat er, dus we geven de dagprogramma Remote Viewing online. We geven weekends waar je al gestructureerd Focus Levels kan bezoeken. En ook een week, de Gateway Voyage. Je vindt het allemaal op de website, focus34.com. Ik zal hem in de description voilà. Zetten. En mensen kunnen ook een korting krijgen als ze Truman laten we zeggen Truman Show of iets in die naart erop zitten. Dan weet ik van waar ze komen. Dan kunnen ze ook een korting krijgen. Dus, leuk, ja. gaan we regelen. Ik geef het gewoon even mee. Oké, dankjewel man. Graag gedaan. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het tof hebben gevonden en wat hebben geleerd en wat hebben gehad. Ik heb dat zeker. Jullie doen mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden en op jullie socials. En op www.joinlookup.com en op www.thedroomershow.com kunnen jullie een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het team natuurlijk enorm. Dank jullie wel voor het kijken, dank jullie wel voor de steun en we zien jullie onwijs snel weer. Ciao.